Goedenavond allemaal, welkom bij weer een nieuwe livestream, jongens. Ja, ja, we zijn weer terug in Nederland. De Frankrijk Val Thorens trip samen met JBL zit erop. En god man, wat heb ik het leuk gehad. Samen met Don. En met wat meiden die we daar hebben ontmoet. Met allemaal JBL ambassadors. Het was geweldig, het was echt top. Martin Garrix live gehoord. Het was de tweede keer ik hem live heb gehoord. Want ik heb hem ook al een keertje gecheckt bij Ushuaia. Op Ibiza, want het is een eiland. Maar damn man, holy damn. Het was echt mega dik. Maar ik moet zeggen, ik heb jullie wel gemist. En ik ben blij ik weer terug ben. Wat jullie kunnen verwachten is elke dag een video om 3:30. Dat staat buiten kijf. Dat is nummer 1. En 2 is dat ik ook weer met regelmaat ga livestreamen. En vandaar ook deze livestream die jullie nu zien. Want ik ga een livestream serie starten. Dat ga ik doen samen met Ole en met Thomas. Die zijn er natuurlijk ook bij. What's up boys? Yo. What's up? En wij gaan dus een livestream serie starten. En die serie is eigenlijk heel simpel gezegd. Wij gaan live een road to SSL doen. Dus we hebben allemaal een apart account. We hebben 3 nieuwe accounts aangemaakt. Ik heb een nieuw account. Ole heeft een nieuw account. En Thomas heeft een nieuw account. En met die 3 accounts gaan wij dus gewoon ranked spelen. Mijn account is al ranked ready. Die is level 10. Dus dan kunnen we gelijk ranked doen. En we gaan dus gewoon kijken of wij met z'n drieën SSL kunnen worden. Het zou fucking lijp zijn als dat lukt. Kansen zijn natuurlijk wel aanwezig, omdat ik met Ole en met Thomas speel. Van mijn capaciteit hoeven we niet uit te gaan. Dan komen we denk ik ergens in GC uit. Nou ja, wat op zich natuurlijk ook oké is. Maar tenminste, laat ik het zo zeggen. Ik denk als je 3 Royce in een team zou zetten, dan zou je denk ik net aan GC worden. Ongeveer, denk ik. Ik durf mezelf daar wel net aan te scharen inmiddels nu ik wat meer mechanics kan en zo. En ja, gewoon inmiddels wel wat ervaring natuurlijk in het spelletje heb. Maar sowieso geen SSL. Tot dat niveau ga ik mij niet scharen. Maar met Thomas en Ole zit de kans er wel in dat we dat misschien wel kunnen halen. Dus, ik heb hier heel veel zin in. Deze livestreams gaan, ik denk zo'n keertje of... Ja, laten we aimen voor 4 tot 5 keer per week. Dat willen we gaan nastreven. Dat we in ieder geval 4 tot 5 keer per week... dat wij zo'n livestream doen. Dus abonneer zeker weten, om geen stream te hoeven missen. Abonneer is helemaal gratis, mocht je dat niet weten. Het hele simpele en chillen aan abonneren is dat je gewoon een melding krijgt als ik een nieuwe video upload, of als ik live ben. Dus doe dat zeker weten. En dan gaan wij gewoon lekker beginnen, mannen. Hey. Het begin van de winstreak, denk ik, hè? Zo, ja. We gaan letterlijk het eerste potje gewoon tegen mensen spelen die brons zijn. Dat zou zomaar kunnen. Want we hebben letterlijk 3 nieuwe accounts aangemaakt. En we hebben daar nog geen potje mee gespeeld. En we hebben ook afgesproken met z'n drieën dat we op deze accounts enkel spelen voor deze livestream serie. Dus dit is ook niet iets wat je in de video's terug kan zien. Dit is puur iets wat je kan terugzien in de livestreams. Nou, deze livestreams komen natuurlijk wel gewoon online op mijn kanaal. Je kan ook gewoon alles terugkijken. Dus het is niet dat als deze livestream erop zit, dat het nergens meer terug te vinden is op mijn kanaal. Zoals wel met die gokstreams van laatst. Deze blijven gewoon online staan op mijn kanaal. Dus heb je nou een keertje één gemist of moet je halverwege gaan? No worries, je kan het gewoon de volgende dag terugkijken. Maar goed, jongens. Het wordt echt letterlijk beginnen vanaf square one. Letterlijk gewoon vanaf helemaal niks. We hebben dus 3 nieuwe accounts. Ik kan die vaak genoeg benadrukken. Dit wordt lachen. 3v3. Let's go. Ik heb de settings allemaal gedaan.
En ik heb mijn auto even helemaal een upgrade gegeven. Ik heb nu de Alpha Boost, volgens mij heet dat zo. Ik heb andere wielen. Hoe heet die wielen ook alweer? Alpha Wheels ook. Alpha Wheels. En ik heb dus de Forest Fruit Focus Drink, die kan natuurlijk. Het enige wat ik niet heb, is de Fennec. Wat was de reden daarvoor ook alweer? Je moet level 30 zijn om te traden. Oh ja, nou dat dus. Dus je moet level 30 zijn om te traden. Dus ik kon geen Fennec traden. En ik kon het ook niet kopen in de shop, want je hebt het momenteel niet in de shop. Oh, er is gelijk al iemand geliefd. Ik dacht het is een rank, maar hij liefde gewoon. Wat de hel. Dus ja, de eerste paar potjes, zeker de eerste 5 of zo, die gaan echt. Reken op de eerste 30. Ik wil niet eens zeggen makkelijk. Dat wordt gewoon letterlijk 1-0 scoren en daarna de controller neerleggen en je wint. dus dat is wel even taai. Daar moeten we even doorheen. Maar ja, weet je, het lijkt mij gewoon lachen om dit te doen, man. Gewoon echt letterlijk. Zo. Morgen. Gewoon letterlijk even een road to SSL. Gewoon live. Helemaal vanaf square one. Dus we gaan kijken of het lukt, man. Dat zou zo lijp zijn. Moet gaan lukken. Ja, olifant funny name. Ja, is goed, hè. Ik zei eigenlijk, gewoon olie en dan fans moest doen. Maar dat wilde hij niet, helaas. Maar dat had waarschijnlijk nog leuker geweest. Voor het volgende account. Kom maar. Oh, jammer. Oh. Dat wordt het volgende account. Je weet het niet, hè? Even POV dingetje. Het gaat niet gebeuren, maar dat is ook het mooie aan de POV dingetjes. Dat gebeurt meestal ook niet. Stel, wij worden gewoon zo lijp goed met z'n drieën. Wij gaan gewoon met z'n drieën ooit een keer RLCS spelen. Dacht je daarvan? Dat zou echt insane wel. Dat zou echt lijp zijn, hè? Dat het hele traject en ook gewoon het hele traject van hoe we ooit op dat niveau zijn gekomen, staat dan ook op YouTube. Dat kan niet. Ja, dat is bro. Die video's zijn dan zo leuk om terug te kijken, ja. Ja, echt, hè. Dat wordt het nieuwe dagelijks sloggen dan gewoon. Het nieuwe dagelijks sloggen, ja. Ja, man. Dat zou wel bro, stel je voor, je opent die Rocket League stream en je ziet ons drie daar zitten gewoon. Ja, zo. Dat is wel, dat is wel sick, ja, ik wacht op jullie. Ja, echt, hè. Is goed, is goed. Ja, precies. Ja, jij mag alweer, hè. Wanneer moest je ook weer spelen? We hebben het er net nog even over gehad. Over 3 weken ongeveer, denk ik. Over drie weken. En waar moet je dan spelen en hoe en wat? Welk niveau? Gewoon online. In mijn kamer. Gewoon online. Ja. Gewoon met 2 emmers onder de oksels en gaan. Ja, precies. Lekker, man. Nou, ben benieuwd. Oh. Hey, maar even een vraag, hè. Gaan we gewoon blijven scoren of gaan we nu dat potje even aflaten? Ja, gewoon een beetje kloten. Ik zou inderdaad niet meer scoren, want ja. Ole is al aardig bezig met kloten, dubbele flip reset. Ja, ik moet dus nu even weer met de Octane spelen. Dat is ook wel even wennen, hoor. Hey. Ja, je weet het maar, wel. Maar komt allemaal vast. Je moet trouwens wel even letten op je drops, want misschien krijg je ineens een Fennec, hè. Dat kan. Gewoon een blueprint. Oh ja. Ja, dat is waar. Dan, ik was vergeten dat de Fennec inderdaad van een blueprint is. Ja. Ja, man. Dat is echt raar. Helaas wel. Oh, dat is echt weer zo gek. Oh, lekker. Heel leuk. Yo, boys. Welke rankjes gooi je nu? Nou, ik denk ergens brons 1 of zo. Dat is zoiets, denk ik. We spelen letterlijk. We spelen letterlijk op nieuwe accounts. Dus we hebben nog helemaal niks. 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 Dus ben benieuwd, hè. Kom met die voorzet, hoor. Kom maar. Oh, mes. Nou, dat was potje 1. Oh ja, hoe zetten we die notificaties, jij zou ik weer uit? Wat is dat? Nou, dat werkt niet. Interface? Nee, dat werkt niet. Oh. Nee. Ole dacht het gevonden te hebben, maar niet dus. Kijk, we speelden letterlijk tegen brons 1. Ik zei dat voor de grap, brons 1. Maar we speelden letterlijk tegen brons 1. Het was niet eens een joke. Volgens mij is het meer rare om een brons 1 tegen te komen dan een SSL. Damn, bro. Er zijn minder bronzen dan SSL's. Nerdje. We speelden letterlijk tegen brons 1, gast. Dat is wel echt lijp, hoor. Oei, oei, oei. Oké, nagaan. Even kijken. Donatie van Owen. 1 euro, dankjewel, maat. Doe het. Ja, jammer. Stel je voor, je start voor het eerst het spel op en je komt tegen ons. Nou, dan, ja, dan ik denk dat je gelijk weer installt. Ik denk dat je gelijk weer installt. Dit is het basisniveau, is het? Ja. Nee, maar het kan oprecht lonen om gewoon uit te leggen waar de forfeitknop is voor dit soort mensen gewoon. Want die snappen dat nog niet. Ja. Nee, ik zweer, ik heb dit vaker gedaan en dan moet je het gewoon uitleggen. Hi. Kut. Dat was ook weer de bedoeling. Zo weer een tijdje terug, oké? Nee, ole gast. Dat is het dan. Sorry. Ik zat ook half in mijn settings, omdat ik elke keer die replay aan het opslaan ben. Ik weet niet of ik de enige ben. Vind je het zo leuk? Ik wil ze allemaal terugkijken.
Ja, wie weet leer er wat van. Ja, precies. Hij heeft SSL als clan tank trouwens, die tegenstander. Ja. Goeie grap inderdaad. Oh, heerlijk man. Safe replay. Welke rank ben je nu dan? Ja, rank scheid man. Gewoon echt rank poepoe mode. Maar dat komt allemaal goed. Ja. Wordt vanzelf lastig, maar we moeten even door het begin heen dat het gewoon echt boring is. We rijken gewoon... wel heel snel gelukkig. Daarom. Ja. Kom maar Thomas. Komt ie? Oh, my bad. Oh, dat was een heel harde tik. Nou, we kunnen gelukkig. Ook. We hebben ook allemaal gewoon zo'n blauwe Fennec. Of Octane nu gewoon. Precies dus. Oh, zo. Ik heb er al zo even mee de goal, joh. Orange scored stond er ook echt. Huh? Ja, zo van, niemand van hun heeft gewoon de goal gekregen. Nee. Damn. En ze hebben nog steeds 0 goals. Nice, ja. Hè? Oh, dat. En hoor, zo heb ik geen tweede goal erbij. Dat heb ik echt letterlijk nog nooit gezien, trouwens. Dat er gewoon letterlijk staat Team Orange scored. En dat er gewoon niemand van hun de bal heeft geraakt. Ja, die is wat triest, hè. Oh, die zit er echt triest van. Oké dan. Ik had 4 toetsen in 1 week. 3 toetsen onvoldoende. Oeh, die is taai, Lucas. Die is taai, minder mooi kijken. Meer leren. Ik bedoel... Nee, minder andere YouTubers kijken. Oh, ik heb deze, ik heb deze. Oh, oh maar wat. Ik kwam er helemaal vanaf de achterkant aangevlogen. Jammer. Oh. De Classic Roy, weet je. Ja. Helemaal out of nowhere kom ik dan gewoon aanvliegen. Met nog een flik, omdat ik me heb laten vallen vanaf het plafond. Hoor je erbij? En dan lijkt het alsof ik gewoon ergens een lijpe flip reset heb gepakt. Maar nee, ik liet me gewoon vallen vanaf het plafond. Hey, dat is nog steeds een flip reset, hè? Ik wil het zeggen. Zo, wat, was dat een running hole? Ja. Dat die zo lijp omhoog ging, die bal? Ja, het is meestal... Ik wilde het wel, maar het is dan altijd de vraag of die eigenlijk zo hoog gaat. Maar... Ja, precies. Ja, het ook... Oh, zo. Dat... Okay. Dat ging. 112. Dus hoe laat ga je? We gaan tot maximaal 10:45, als het goed is. Want dan moet Thomas Pias. Dus gaan we eventjes lekker live, man. Maar morgen kan ik heel lang, toevallig. Dus ik weet niet of jullie ook... Ja, ik ook wel, waarschijnlijk. Ja, ik ook. Oh, ja, niet meer scoren. Wacht, ik ga ze houden waar de voorwaarts knop zit. Leg het nu maar uit, nu gaat ze wel weg. Yep. Ik vind het slik als je. Deze voorwaarts knop. Oh, wat. Wat is dit eigenlijk? Nou, ze lezen het niet. Jammer. Helaas. Ik ga ze gewoon meehelpen. Hoi. Oh. Het kom aan jij. Is Roerveen gestopt? Ja man, Roerveen is gestopt. Waarom? Geen idee. Volgens mij waren er managementproblemen ofzo. Maar ik had al heel lang niks meer te maken met Roerveen, dus... Kleine aandoening, maar een plaatsvoet. Volgens mij ging het allemaal niet zo lekker in het management. Behalen. Ja, dat is kut, hè. Yo, Roy. Hallo. Finish? Nee! Oh, zo! Hoi, yo! Bijna de serie, hoor. Oh, ja. Hij had ook kunnen wel gaan testen. Thomas, jongen! Robert. Mijn boost is op. Ja. Oh. Hey, get up, Mr. Bubble. Heb ik als achievement gekregen. What? Noemt hij echt zo? Ja, man. Hoezo zeg ik dat als een Belg trouwens? Noemt? Ja, geen idee, noemt. Gast. Turbo, met de 1 euro, dankjewel. Zo. Oh. Hij zit er gewoon af, ja. Ja. Ik ga via hem sporen. Oh, ja, Lost Connection. Lost Connection, internetkabel eruit. Twee. Oh ja.
man. Oh, wacht, deze guy moet nu ook. Kom hier. Hey, eentje los connection, ze trekken allemaal de internetkabel uit, gast. Ja, ze kennen de forfeitknop niet, doen ze het zo? Ja, ik denk het serieus. Ik zweer, ze kennen die niet. Pak hem, pak hem, pak hem. Wacht, hij moet gewoon gescoopt worden. Omhoog. Hier, onder. Oh, dit is gewoon bullying, ouwe. Dit is gewoon... Oh. Nog een keer. Ja, ja, ja. Kom nee. Gewoon de hele tijd op plaatsen. Oh. Nog een keer, oh, nog een keer. Ik ben al ontspannen. Hij rijdt weg. Hij gaat er vandoor. Ik tik die bal even zo naar de zijkant, dan hebben we daar geen last meer van. Kom, oh, pak hem. Hey. Hey joh. Ja. ontspan. Hij is gek. Oh, hij is helemaal gek, ouwe. Kom hier. Ja, ik heb hem. Wow. Nog een keer. Hij is alleen dag op de online pesten. Oh mijn god. Oh, dit is... Hoppa. Nee, nee, het scoren, nee, het scoren, nee, het scoren, het scoren! Nee! Nee. Nee. Fuck is dit? Spot, spot! Pak hem! Nee! Oh, nee! Oh, nog één! Oh mijn god. Wat zie je? Nog één demo. Ik flik hem! Oh shit! Ja. Wacht, ik ga omhoog. Hey, kut! Oh. Oh, heel mooi dit, ouwe. Dit gaan we de hele tijd doen. Dit gaan we de hele tijd doen. Gewoon 1-0 scoren en dan gaan we ze demoen. Yep. Dan, dan is het nog een beetje leuk, weet je. Oh, wat erg. Zo meteen zijn er ook alweer 3 targets, gewoon. Dat maakt het nog ja, leuker. Ja, man. Let's go, let's go. Hey, ik ga langs de bal rijden. Ik ga iemand opladen. Dat is goed. Oké, okay, let's go. Ja, de 1-0 is er al, dus let's go jongens, daar gaan we. 2. Oh, nog een demo. Dit wordt echt helemaal kut. Here we go, gast. Alleen maar demo's, die bal, ja, die bal moeten we wel even wegwerken, anders scoren ze gewoon. Weg met die bal. Ja, zo. Precies, dan. Nice. Alright, demo's. Ik heb de bus in de goal. Wat? Niet demo. Ik blijf die bus opbeuken, komt goed. Is goed. Ik pak deze man aan. Oh, lekker olen. Nice. Oh kut, hij boost. Goed. Oh. What the fuck, hij dorst. Oh. Ik had er bijna 3, nee. Even 2-0. En dan kunnen we weer door. Dankjewel voor de carry, boys. Ja, geen probleem, gast. Hoppa. I got you, I got you. Hi. Demos only. Oké, okay, alles weg. Oh, oh. Hallo, dat was ik. Maar hem ook. Oh shit. Al dubbel demo. Ik had ook gold. Pak die bus. Ja, die bus is in de buurt nog bij ons. Die bus is niet te doen. Nee! Oh! Oh. Ai, 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 ai. Als je niet scoort, krijg je een lager rank. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. In de dat is cap. Ja, dat is sowieso cap. Dat is echt gewoon cap inderdaad. Holy shit. Precies. Oh, ik ga mij proberen te demo. Ik wil die bus. Nice, lekker. Wat doet Roy? Had je hem niet? Nee, Hoppa. Ik had hem niet, hoor. Ik snap er ook gereed van. Oh, ja, man. Ja, ik snap dus helemaal niks van die Octane met Flip Resets. Daarom speelde ik altijd met de Fennec. Daarmee lukt het ja, wel. Ja, beter krijgen hem even. Ja, echt, hè. Die Fennec lukt het wel gewoon, die Flip Resets, maar... Octane... Zo, huh? Huh? Wat was dat? Kom er niet bij. Mods, heeft Roy bakkersmod? Nee man, ik heb gewoon deze items allemaal even gekocht. Dus die wheels heb ik gekocht, die waren 3k. En die boost, hoe duur was die ook alweer? 1200 of zo? 5 tot 6. 5 tot 6k? Ja. Ja. Oh, daar heb ik echt korting gehad, hoor.
Weet je wel nog hoe duur, ik wist wel nog hoe duur die wheels waren, maar ik had echt geen idee meer hoeveel ik had betaald voor die, voor die boost. Ja, man. Ja, ik dacht, weet je, dit account gaan we sowieso SSL mee halen. Laat ik dan ook gewoon gelijk even de lijpste items fixen, weet je. Op een clean account van level 10. Ja. Ja. Dus ja, dat lijkt me gewoon gebeurd. Een couponnetje gebruikt, hoor. Ja. Ik heb gewoon connecties bij Epic Games natuurlijk. Ja, precies. Oh. Ja, voor die wheels heb ik wel gewoon een volle map betaald, maar voor die boost heb ik 1000 betaald. 2% gratis. Ja. Zo, iemand zit te tappen voor zijn leven hier, ouwe. Ja, man, holy die shit. Zo, gast. Ik heb echt nog nooit iemand zo horen tappen, ouwe. Tering, gast. En dat was gewoon een halve liter. Ik kon gewoon helemaal meegenieten. Dat was echt insane. Maar hoorde je dat gewoon door de mic, hè? Ja. Ja. Oh, dat was heftig. Ja, dat was op zich wel heftig, ja. Kan ik trouwens ergens uitzetten dat mensen friend requests kunnen sturen en zo? Of moet dat heel ingrijpend via de Epic Games lounge? Ja, ja, dat moet via de settings en zo. Dat is kut. Wat ingrijpend allemaal weer. Ja. Echt wel even doen. Maar dat kun je trouwens wel in je interface uitzetten, dat je dat in beeld ziet. Oh! Hé, maar wacht even, dat is wel handig. Ga naar interface en dan notifications during gameplay. Die kun je uitzetten. Dat is met friend request. Oké, wacht. Interface. En dan notifications during gameplay. Die kun je uitzetten. Ongeveer in het midden. Oh ja. Uit. Ui. Goeie. Copy. Blablabla. Oh. Vind ik ook. Ja, hè? Ja. Oh. Oh. What the fuck? Oh, ik had je bijna gepunt. Ja, ik zag het! Was dat je doel ook gewoon? Ja, ja. Ik probeer niet te doen, maar ik ging wel te snel omhoog. Nice. Oh. Er is de bal nog weg? Oh? Oh? Kom op, mannen! Oh. Ja, dan baas ik je maar gewoon op. Je bent zo waardeloos, ouwe. Waar ben je? Oh. Ik ben blijkbaar ook waardeloos. Thomas, jongen. Nou, ik moet het even proberen. Het moet. Is het serieus wel eens gewerkt dan? Heeft het wel eens gewerkt? Het heeft heel vaak gewerkt. Ja? Maar wel op iets hoger niveau. Want deze mensen lezen de chat echt nog niet volgens mij, maar... Ik weet geen eens of het echte mensen zijn. Of het echte mensen zijn. Ja. Zo! Even een oplawaai, hè? Oh, hij gaat liever die bus, denk ik. Oh nee, nou, dan help ik hem af. Oh, ik heb z'n alle drie! Ik had z'n alle drie! Ik had z'n alle drie met 100 boost, gast! En alsnog scoren ze, dat ben je niet! Dat was ik. Ja. Oh. Thomas dribbelt hem even going. Ik had ze alle drie! Met 100 boost. Maar we geen verder. Ja, ik heb die blueprint nog niet, man. Dit is een compleet nieuw account, dit. Dus, Ik pre-jump? Oh, ja. Oh. Oh. Zo. Ik wist het. Kom maar. En dan nu een play maken, hè? Stel je voor, bro. Dat is echt geweest. Kijk die rooi, jongen. Kijk hem raam. Godverdomme. Hier, pak maar. Oh, ik had je een bijna, gast. Ole? Ik ga voor Ole. Nee. Ja. Nee. Oh. Hoppa. Goetje? Nee. Oh, dit is goed, ouwe. Speel je serieus of niet? Ja, tuurlijk spelen we serieus. Alleen, het niveau is nu nog zo laag dat, ja, 1-0 is eigenlijk al genoeg. Oh, we komen tegen zilver. Het wordt serieus, jongens. Dit was de eerste zilver, Shizzy. Oh, man. Oi, oi, oi. Hunt, papa. Hunt. Oh, it's good. Hunt. It's good.
Goed. Mijn boost. Oh, kut, je mist. Dat is helemaal niet jouw boost, was. Leuk gedaan. Hey, joh! Yo! Thomas, joh, mijn bounty. Oeh, wat heb jij dan? Nee. Oh, goal. Oh, ja, man. Oh. Au. Wat een ronde. Ik wist het. Hoppa! Ik het ook was. Laat ze op die gek kerel. Yep. Zo, was dat een dubbelkill? Oh nee. Bijna. Ik zag het niet door de rook. Tot die voor, jongens. Ja. Hoppa! Wat doe jij nou, Thomas? Nee, ik weet niet. Hij blijft even zweven op mijn auto of zo. Kijk daar. Wat? Damn. Nice. Oh. Let's go, man. Oh. Zet ik. Hebben ze gewoon. Iemand zegt ook 2 SSL, 1 LCS tegen zilver. Lijkt me gewoon eerlijk. Ja, ja vind ik ook wel. Ik ben benieuwd, stel je voor we geven ze 10 goals, hè? Kunnen we het potje dan nog winnen? Jawel. Oh, dan winnen we met 20-0. Ja, nee, 20-10. Natuurlijk, ja, ja. Thomas, we brengen hem samen. Delivery. Gewoon PostNL, bro. Kijk, kijk, net al. Hier komt hij aan. 1, 2, doek. Met een soort van pinch ook. Heerlijk. Oh, goeie goal, gast. Lekker. Oh, het wordt straks omschakelen als we gewoon echt serieus moeten spelen. Yup. Ja. Echt. Minimaal. Demo 1. Demo 1. Ik ga ook weer helpen, demo, man. Alright. Alle drie tegelijk weer. It's... Oh, is dit geen demo? 1. Wat? Oh. Oh, zit in Roeman, die teammate. Zat in Roeman. Zeker. Dat was zo raar. Jij bent zo kut, gast. Oh, dat was een zieke dodge van hun. Zo! Oh, Thomas. Sorry, bro. Oh, bounty, bro. Oh, ik had er bijna van het plafond afgedemmoed. Papa. Kom hier. Hondpapa. Eigenlijk moeten we volgend potje gewoon een demo-wedstrijd doen. Kijken wie er van ons de meeste demo's pakt. Ja. Is goed. Wow. Ja, dat is van mij. Mijn demo. Ja, mijn What? Demo, gast. Papa. Oh, het is zo. Dit. Zo, wat ben je aan het doen? Ja, focussen. Lekker, man. Hij jumped. Wat? Zag je dat? Hij landde net! Nee! Hij John dodgede mij en toen landde hij. Ja, hij werd in zijn gedemo'd van. Klopt. Wat is dit? Oh, ik pak hem bijna van de muur af. Ik ga spawnen, als jij 1 demo, dan demo ik instant naar waar die spawnt. Ja, is cool, is cool, is cool. Moet ik even boost hebben hier? Ja, kijk hè. Gaan we? Wacht, call als je 1 demo'd, hè? Ja, ja. Oké, wacht. Nu moet ik hem als speed maken. Komt ie? Ja! Ah, hij spat aan de andere kant. Nog één. Oh, rustig. Komt ie. Oh. Nog één. Nog één. Hem ook. Nee. Demo leak, zegt iemand. Het is echt verschrikkelijk. Wat goed, wat goed. Ze worden zelfs gewoon toxic, ouwe. Yep. Ze hebben quick shit uitgevonden. Oh, mooi. Hoppa. Eigenlijk ook nog zo'n goal explosie, dat iedereen gedemo'd wordt aan het einde gewoon. Ja. Oh, ja. Oh. Oh, oh, oh. Wat is dit kut? Oh, wat zielig. Wacht, even een nice bump, die ga ik even buiten. Nice bump! Ja, je hebt volgens mij ook nog nice demo, die heb je ook nog. Ja, 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 ja. Oh ja. Je hebt ook bumping. Elke keer. Oh, kom. Even kijken.
Oh, jammer. Ik heb daar een keer zo'n tutorial van gekeken, hoe je zo'n shot doet met dat je... Pogo. Ja, volgens mij dat zo, ja. Stuiter. Ja, precies. Nou, het stuiteren lukte, maar het vervolg was een beetje jammer. Ja. Zo. Hey Ole. Hey. Oh, die vrijer. Ik zag je al gaan. Oh, man. Oh. Au. Hey, die man heeft een fennek. Ja. Hoe komt hij dan? De vraag of hij hem wil treden. Ja, als we konden treden. Oh ja, is goed Robert, wacht. No! Reverse? Wat een goal. Oh. Oh, man. Turtle demos pakken. Oh, wat? Wat de hel? Redirect Turtle? Wacht, ik moet zien. Is hier? Kijk dit, ik lig op mijn rug. Niet. Oh my days! Insane. Insane schot, ouwe. Is dit platinum trouwens wat tegen we spelen? Nee, dit is nog zilver, goud denk ik. Ja, we gaan het zien. We gaan het zien. We gaan voor goud. Dit is goud. Wat voor level was dit? Nou, ah, dit was zilver. Oh ja, oké. Okay. Lijp. Nou, het voelt wel weer gewoon best wel weer chill met de Octane te spelen. Niet verkeerd. Je verleert het niet of zo. Nee. Maar ik zal het even wennen en dan. Ja, precies. Ja. Het is op zich ook dezelfde hitbox, maar het voelt wel anders. Ja, man, dat 100%. Het voelt 100% anders. Wat een potje is dit. Nice demo. Ik vind het ook zo kut, man. Heeft hij dan speciaal ingesteld? Het moest. Voor al die fucking demos. Elke demos gooi ik hem nu. Ja, dat is heel leuk. Oké, okay, het staat dus 1-0 voor Thomas. Nee, ik heb er ook één. Oh, laat hem. Volgens mij. Ja, oh, laat hem. Ja. Ik heb er nu al 2. Oh, shit, man. Ik nu ook. Oh. Zelfs hierin ben je waarschijnlijk RLCS in bumpen, gast. Ja. Stel je voor, dat was een leak daarvoor, gast. Oh, oh mijn god. Oh mijn god. Hier, kom hier. Oh. Ik heb 3 nu. Nee, Thomas. Oh, wat is dat? Yes, 4. Shit. Zo, je gaat lekker, Thomas. Ja. Cool. Yes, je mist iedereen. Ik zit op 2. Oh, hoe was dat geen bump? 5 nu. Wat? Ik zit nog steeds op 3. Ik zit op 2. Oh ja, perfect. Kun je de afremmen, oh. Scoren. Oh man. Ik heb er alsnog één, deze telt. 3. Nee, 3. Ik heb nu 6 vast. Oh, wacht even. Tuur, tuur, tuur. Zo. Het is echt letterlijk. Zo fucking mooi. Als het dan stil, spawncampers? Yes. Oh, jij had 7. Kut. Twee guys staan al stil, dit zijn gewoon farmers. 5. Zo. Er was gewoon even niemand op de map, omdat we iedereen hadden gedemmed op hetzelfde moment. Ik zit op 8. Hoe is dit geen demo? Fuck. 6. Kom hier. Yes, 10. Oh, wat? Hoop dat geen demo? Ik dribbel hem gewoon. Oh, yes! 12. Dit is wel schaar, joh. 8. Yo! Yo, zo. Oh. Hij is voor mij, gast. Oh. Oi, oi, oi! Hij dorst.
9. Oh mijn god. Fuck hem. Oh, net mis. Veertien. Tien. Kut. Ze scoren gewoon. Ja, maar ze zijn helemaal gek. Ze zijn helemaal blij. Mooi. Ze springen op de kick off. What the fuck, wat doet hij? Hoi Roy. 15. Tering, Thomas. Oh, mis de pijl. 16. Oh jee. Hij zegt gewoon 2-2 maken. Je hebt gewoon oude. Ik wil hem eruit tikken. Wat ziek. Het is een soort steenpapier schaar demo mode. Ja. Oh wacht, komt feest aan mij. Hallo! Wacht. Oh. 17. Ik ben live. Ja, joh. Dus jullie zitten live in de uitzending. Wat is er wat jullie van mij moeten weten? Oh. Wat zei je? Oh. Wat heb je gedaan? Wat dan? Oh. Ja? Nice stemmen. Dat is goed. Nee, dit heb je niet gedaan. Oh mijn god. Niet. Oké, okay. What the fuck. Oké, okay, stuur mij dit even op. Ik moet het zien. Alleen ik ben tegelijk, ik ben nu even live, dus ik kan nu niet heel veel, heel veel doen, maar ik wil dit echt zien. God. Oh, ja, de dames die we hebben ontmoet bij die ABL Snow Party. Ja. Die je dus ook in die vlog ziet van Don, zeg maar. Die hebben iets heel erg grappigs gedaan. Iets heel erg moois gemaakt. Oh. Een ode aan onze trip, zal ik het maar noemen. Rijk. Dus shout-out naar Sofie en Maxime. En jullie moeten hun vlog ook zeker gaan checken. Allemaal. Van de Snow Party. Want die is echt geniaal. Tenminste, het moet wel geniaal zijn, want de beelden die we hebben gemaakt zijn geniaal. Oh. Ga je dit in de vlog doen? In jullie vlog? Niet! Oh. Ik kan dit niet geloven. Stuur het eventjes op, ja? Oké, okay, en de groetjes van mij. Yes, oké, okay, groetjes. Hoi, hoi. Oh, wat fantastisch dit. Nou, dit ga je binnenkort wel in de video voorbij zien komen waarschijnlijk. Of wat ik zojuist voorgeschoten heb gekregen. Yes, wat mooi. Oké, okay. Mijn goal. Doei. Let's go. Wat is er gebeurd? Vertel. Nou, oké, okay. Ik ga het uitleggen. We zaten in de bus op de terugreis van Valtouraf, van de JBL-trip. En ik had een nummer aangezet in de bus, gewoon voor de grap. En dat is dus Wim Sonneveld met Het Dorp. Ik weet niet of jullie dat nummer kennen, maar dat is echt een fucking oldschool ass nummer, weet je wel. Wat veel mensen gewoon serieus draaien bij begrafenissen en zo. Maar ik vind dat nummer helemaal geniaal. 20 demo's? Ja. Zo! Ja, 20. Maar en daar heeft Maxime dus gewoon letterlijk, omdat we het zo grappig vonden, heeft zij een... hoe heet dat? Een parodie opgemaakt. Voor van. Nou, videoclip van. Wow. Wat? Dit is echt insane. Dat is best snel gedaan. Ja, dat is echt heel snel gedaan. Ik snap ook gewoon niet hoe. Is Maxime FOMO? Of, ja, of ja. Ja, ja, okay, ja zeker. Okay. Ja.
Echt heel mooi, ja. Hij zegt, what the fuck? Hij ligt waarschijnlijk even op de pauper. Oké, let's go. Ik ben helemaal helemaal zoek van die demo's. Ja, echt hè. God. What the fuck? What the fuck? Ik had hier ook nog wat anders zeggen, of is dat van mijn enige woord? Zijn toetsenbord heeft alleen de W, de T en de F. Ja, de oh. Zo. Oh, Lassie, die snapt het wel. Halt. Lassie. Oeh. Sexy baby. Oeh. Pajol, net een match. Pajol. 5 euro van Escobar, Jogo. Wat vind je ervan dat MDMA wel een beschuitje met je zou willen eten? Wie? MDMA. MDMA? Wie is dat? Ik zag dat er stond MDMA. Dat is waarschijnlijk ook de naamspeling toch? Of een woordspeling? Ik denk het ook. MDMA. Ja. Een beschuitje met mij willen eten. Ik weet, als het legit iemand is, dan ken ik hem niet. En als de woordspeling was MDMA, dan oké, man. Thanks voor de 5 euro. Ja. Ja. Als een TikToker. Ja, dat is wel. Nou, ik ga eens even kijken. Wie de fuck dit is. Het is no way dat dat een TikToker is. Ik heb het net al opgezocht. Ik zou het niet op stream laten zien. Oh ja, ja. What the fuck? Wat de pauper is dit? Het is een 18 plus creator, een escort. Okay. Ah, ik weet genoeg. Ja. De chat is af en toe ook zo. Jullie zijn af en toe zo kut, jongens, met z'n allen. Maar ze heeft dat blijkbaar gezegd. hij is boos. Hij dropt die scheldwoorden quick. Maar is ze Nederlands dan? Ik geloof er niks van. Jawel, ze is Nederlands. Echt? Ja. Ik zit altijd zo'n gozer aan. Deze gele auto helpen even plaatsen me voor. Hij rijdt gewoon rondjes door de hele map en pakt alle onder boost. Ja, we hebben hem! Pak hem! Wow, pak hem op! Oh, hij is dedicated om niet opgeblazen te worden, ouwe. Pak hem aan. Fuck! Hij is niet te... Ja, hij is niet te demoen. Wat? Hoe kan dat? Hij loopt mij flink te dodge hier. Ouwe, eerlijk, main quest is gewoon geworden hem demoen nu. Oh, main quest. Main quest. Pak hem! Ik heb 0. Ja, kut, ik ook. Hij gaat alleen maar rond en pakt alle boost. Oh, hier. Younger guy denkt nu even te scoren. Oh ja, dit wordt hem. Nou. Ja! Nice. Ik kan van demoen. Ja, hebben. Goed. Oh! Huh? Oh, jongen. Ik kan wel scoren, weet je wel. Oei, joh, dat is stinger. Holy shit. Oh. Zal maar hier komen. Wow. Oh. Oh, hoi. Hallo. Pak hem. Ja, echt, hè? Ja, nice. Met de jump erbij ook gewoon. De gele. Nee. God. Oh, goed. Hey. Oh, rustig aan, man. Wat? Wat zegt hij nou? Het is helemaal recht. Ja. Vanaf de spam. Heerlijk. Oh.
pak even alle ballen. Oh. Doet hij lekker. Ja, echt. Lekker bezig. Let's go! Shit. Oh mijn god. Rode rijder is langs. Nee! Sorry. Imposter. Oh, ik hoop wel echt snel dat het gewoon even een beetje niveau wordt. Want... Ja. Hey, kijk, gold. De eerste gold, lekker. Fons, go. Die heeft een persoonlijk berichtje achtergelaten. Zegt, Jezus, alweer 19 maanden lid. Dat gaat hard met de hartelijke groeten van sponsor Fons. Shout out, ja, maatje, echt waar. Fucking legend, bro. Echt, voor altijd ben jij de fucking spons legend, gewoon. Moker, Fons. Echt insane, hoor. Qua sponsor, Shaisy op YouTube, gaat er nooit een grotere legend komen dan Fons. Dat kan eigenlijk niet anders. Ik denk legit dat Fons al gewoon meer dan 200 gifted subs heeft gedaan. Ja, echt serieus. Insane. Ik denk legit dat Fons misschien wel 200 gifted subs heeft gedaan in totaal. Puntje. Denk echt. Geen grap. Fons is gewoon inderdaad goaded, man, in mijn chat. Sowieso. Deze. Als je nu zegt dat Fons een, gewoon een minder fijn persoon is, echt gewoon Benno. Ja, want zo goaded is Fons. Zo fucking goaded is Fons. Het is gewoon no way dat jij trash gaat talken over Fons, de legend, gast. Maar hij is ook echt al lang, hè? Echt ja, lang. Man. Echt lang, 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 lang gewoon. Nou, Fons is goaded. Fons is 100% goaded, hoor. Fons is een minder fijn persoon. Ja, Benne, Lucas, op Bouten, de chat uit, op flikkeren jij. Wegwezen. Daar hebben we niks mee te maken, gast. Nee, ik kom niet met de boost. Maar er komen nu wel lijpe dribbles aan. Ja, dat gaat wall dash, hè? Ja? Doe eens wall dash. Even wall dash. Ja, ja. Oh, fuck. kom eens naast elkaar, kom naast elkaar. Wacht, het scoren. Jammer. Oh. Zo, save je wel. Ja, waar ben je? Hey, joh! Hier. Het is wel gek, hoor. Abdul heeft hem gewoon echt geband. Nee, Abdul Klapstoel. Ja man, Abdul Klapstoel. Ook een goat in mijn chat, hoor. Abdul is een van de moderator goats. Yup. By far. Die is ook echt al zo lang mod inmiddels. Thomas, hoor. Een soort race of zo. Oh ja, die is gezien. Die gaat in. Desert Jay. Dazzle J, going crazy, man. Going crazy. We kunnen zo meteen wel echt gaan tryharden, want mensen beginnen te weten hoe ze moeten voorfitten. Dus we kunnen gewoon. Oké, let's go. Laten we vanaf nu gewoon tryharden. Yep. Vanaf nu gewoon. What the fuck? Hij zit hier met even. Zo! What? Holy shit. Lijpe dribbel dit, hè? Die zag je echt niet aankomen. Hetzelfde boek als Messi. Precies. Wacht. Bench? Ja. Oh, kut. Daar is voor. Dazzle J on top, gast. Hij mist, niet? Ja. Oh. Zo. Is retic. Oh, ik had hem gehad! Kut. Jammer. Ik wil hem eigenlijk op de backboard naar jou, zeg maar. Gewoon dan achter mij hitten. Ja. Oh, jezus, Thomas. Ja. Komt hij ervoor? Ja. Njauw. Wat? Oh. Backpass? Gooi het pinchje wel even. Hé, hey, joh. Hij komt. Komt hij? Fake. Dazzle. Dazzle is helemaal crazy, joh. Ja. Zo, van een uithaal.
Oeh. Oh. Deze gaat wel aan de boeken van Messi. Oh. Hoppa! Links, rechts. Ja. Tiki, Taka. En sprokkelen dat hout. Echt wezen. Zo. Heb wel zin. Oei, oei, oei. Let's go, man. Oh, die is dood. Kom maar, Thomas. Komt ie? Eentje nog? Oh, shit. Oh, jammer. Echt te lang hangen in de lucht. Hey, joh. Hier direct. Oh. Oh, je vliegt vanaf de andere kant. Ja, ik zag je al landen. Gewoon, bijna opstijgen gewoon. Fuck, ik zag je al gaan. Oké, traag. Kut. Oh. Ja. Hebben we wel. Maar lekker. Hoppa. Kero. Toch. Lekker. Goeie. Goeie toeie, mod. Oei. Hoe vaste match is het eigenlijk? Hoe vaste kwalificatie match? Achtste volgens mij. Acht. Het voelt echt als de derde, maar. Nice. Forfeit. Ja, we nemen even hun hoop weg gewoon. Ze waren volgens mij serieus aan het believen dat het gewoon nog kon. Ja, het stond ook 2-1, weet je wel. Gewoon geen grap, ja. Waar is de Fennec? Ja, niet op dit account heb ik hem helaas niet. Wie de fuck is dit? Nee. Het is sowieso Ole. Oh, nee, niet? Nee, Thomas. Oh, Thomas. Ik zou niet durven. Oh, wat een setup dit. Dit ben ik wel. Gaat-ie. Oh. Had je hem daarna nog gezegd? 2 van de 3. Hey! Ja, ik heb gewoon forfeit hoor, denk je. Nee. Nee, even serieus. Ja, ik heb gewoon forfeit. Oh, hij was voorbij. God. Oh. Nu moeten we oppassen, want ik wou klikken en Ole wou het ook, dus. Nee, ik heb het gedaan. Oh, oké. Okay. Dit is voor mij. Oh, god, man. Kom. Kom, score ik. Oh. Forfeit. Misschien werkt het. Wow. Misschien werkt het aan je. Maar dan moeten ze toevoegen dat je kan zien of ze proberen te forfeiten. Wat zeg ik, ze guys. Pinch? Ja, kom maar. Zo. Oh, Ole. Nee, die ging echt naar de maan. Oh, die close. Kom maar. Je van flopje. Oh, nee, jongen. Let's go! Next one. Nice. Next one. Nou, eens kijken hoeveel de match dit was. Dit was nummer 7. Ja, bijna rank. Nog ineens 8. Ja, kijk eens. We moeten al tegen gold 3. Precies, bijna diamonds. Bijna diamonds. Oh nee, platinum. Wij zijn trouwens wel platinum en Marmara. Dus we zijn sowieso wel platinum 2 als we kijk eens. Krijgen. Kijk eens. Snackbomb. Sneakbomb. Oh, dat kan ook. Hey, werkt nog steeds. Precies. Ja, komt ie. Lekker. Ja, we gaan gewoon inderdaad nu even tryharden, want ik denk dat je nu wel op een niveautje komt. Dat mensen gewoon denken, ik heb er geen zin in. Dit gaan we niet winnen, weet je wel, dat ze dat beseffen, zeg maar. Als je platinum bent, dan speel je wel al gewoon langer Rocket League. Dan alleen gisteren. Ja. Hey, snackpan. Oh shit. Naar mij hoor. Dat kan ook, dat is een goal. Ja. Onderkant plat. Dat is een idee. Zoom.
Speel je nog CSGO? Nee, niet heel vaak meer, man. Heel af en toe was in de late avonduurtjes, maar... Heb je access tot CS2 of niet? Nee. Jammer. Dat lijkt me echt een leuk spel. Maar minstens ja? hetzelfde, maar graphics zijn wel heel cool. Ja, je kan, als je een granaat gooit op een smoke, dan verdwijnt de smoke even. Zeg maar, en als je door de smoke heen schiet, zie je ook zeg maar bullet holes erdoorheen. Oh, dat is wel echt serieus lijp. Ja, dat is echt wel heel ziek. Dus ze hebben gewoon eigenlijk hem op een nieuwe engine gemaakt, CSGO. Ja. Dus je hebt wel gewoon nog Dust 2 en zo. Ja, ja. Het is hetzelfde spel, maar dan met die zooi. Oh, en dat is wel echt lijp, hoor. Oh, dat wil ik wel serieus echt even checken dan. Ja, gaan ze daar ook een competitive scene mee doen en zo, denk je? Uiteindelijk wel. Ja, denk het wel. Is wel nu is het alleen nog een beta. Want ik vond, ik vond CSGO altijd heel lijp, alleen ik vond die graphics altijd gewoon, ja... Yo, CSGO met Edo, dat was wel even iets, hoor. Dat was erg. Ja, dat was echt heel erg. Maar Edo is gewoon letterlijk slecht in elk spel wat hij speelt. Het maakt gewoon niet uit welk spel hij opstart. Nou, dan was CSGO nog een van zijn betere spellen, man. Nee, je moet eens Rocket League met hem gaan spelen, dan word je gewoon echt levensmoe. Dan word je gewoon echt levensmoe, echt waar. Leuk. We kunnen het een keer doen. Oh. Call of Duty, word je ook levensmoe. Met Edo. Wat hij op controller of toetsen wordt? Dat weet ik niet eens eigenlijk. Nou. Oh. Oh, hoi. Yo. Nice. I forfeit. Nice. Bro, jij bent toch een toekomstige NRG talent? Ja, zo word ik inmiddels wel genoemd op, in de wandelgangen, weet je wel. Maar ik wil verder niet, ik wil verder gewoon bescheiden blijven. Maar ja, het is inderdaad wel zo ik word genoemd in de wandelgangen. Ja. daar kunnen we lang of kort over zijn, maar skills spreken voor zich, denk ik. Oh, oh. Kijk, zie je? Dat zijn NRG dingen gewoon. Hoe? RNG? Of NRG? NRG. Oké. Dat zei ik toch, of zei ik dat niet? RNG, je zei het omgekeerd. Oh, RNG, ja. Ja, dat is ook een term die ik niet aan mezelf heb gegeven, weet je. Dus, nee. Dat is ook wat lazer. Ik word zo genoemd. Als hij het zegt, weet Oh, echt veel potje NRG is washed, dus zou de Royce talent wel kunnen gebruiken, zeg Luc. NRG is niet heel lekker bezig, nee. Nee? Dus misschien dat ze jou even kunnen bellen. Ik zal je nummer wel even passen, ja? Ja, ja, is cool, is cool, is cool. Nice. Ik kom maar uit, weet je. Kijk even wat ik voor ze kan betekenen. Ja, precies. Hey, lading focus. Ja. Ja, jokes aside, dat kan ik wel voor ze regelen, hoor. Ja. Kom maar. Voorzitje. Oh. Oh. Deze mensen kunnen aerials. Zeven ja, voor het is plat, hè? Oh ja. Fake. Wat? Ze kunnen oprecht vliegen. Ja. We gaan ooit nog een keer een joch tegenkomen wat echt op diamond zit en die gaat echt 6 resets achter elkaar doen. Yup. Dat moet echt. Met insane mechanics, maar 0 game sets. Ja. Oh, nice. Nice. Er zijn meer van dat soort mensen. Ja, heel veel. Bro, je moet eens ranked MW2 gaan spelen. Bestaat dat? Ja, serieus? Dat is leuk. Ja, dat is met z'n vieren. En dan speel je gewoon Search and Destroy en Hardpoint. No fucking way. Ja, dat is op Modern Warfare 2? Ja, op de nieuwe. Oh, de nieuwe Modern Warfare 2. Maat, ik dacht al helemaal... Oh, ik wil net zeggen, ouwe. Dat had ik nu opgestart, gast. Daar had ik in geoond, jongen. Oh, ik had het net nog over met de boys toevallig. In dat spel gewoon 200 dagen playtime heb zitten, ouwe. Op de Xbox 360. Dat was insane, gast. Dat waren leuke tijd. In ieder geval dat mensen in mijn klas toen de tijd aan het flexen waren met hun game time. En dat ik dacht van, nou, ik heb eigenlijk nog nooit opgezocht, weet je wel. Ja, dat, dus was, ik zo, dat was echt het onderwerp van de klas, hè? Precies. Dus ik het even opzoeken, toch? Ik dacht van, nou, oké, iemand had me uitgelegd hoe ik dat kon zien. En toen had ik dus 200 dagen.
En toen had ik dat verteld in de klas. En niemand geloofde me, hoor. Toen moest ik gewoon een foto maken met mijn iPad. Want ik had nog geen telefoon. En ben ik de volgende dag met mijn iPad naar school gegaan. En toen geloofden ze me pas. Ja, fucking mooi. Toen wisten ze waarom je zoveel ziek gemeld was. Toen wisten ze waarom ik zo ziek goed was in COD altijd. Ja, precies. Nee, eerlijk, ik had op Modern Warfare 2 was ik wel echt ziek lijp goed, hoor. Natuurlijk. Ik ging altijd voor die nukes en zo. Dat vond ik zo leuk. Black Ops 2 vind ik nog steeds echt de beste. Black Ops 2 is het beste, man. Met Scorpion, ja. S&D. Oh. Nee, man. Oh, lekker, gast. Ik was je co-pilot, gast. Bro, jij bumpt hem even omhoog, volgens mij. Ja, let op. Co-pilot, gooi. Toppa! Oh, man. Man, Modern Warfare 2, dat was echt wow. Oh, dat yes. Dat is een spel geweest waar ik het meest verslaafd aan ben geweest in mijn leven. Is nooit een spel geweest. Ja, 100% niet. Echt, maar Modern Warfare 2, als ik dat ging spelen, alsof er gewoon dopamine werd aangemaakt in mijn lichaam. Ja. Ik zweer het gewoon. Ik was toen echt gameverslaafd gewoon. Echt 100% was gameverslaafd. Dat is ach ja. Het is het waard geweest, hè? Zo. Zeg het wel. Imagine, je had Modern Warfare 2, de oude, kwam uit in coronatijd. Kan je nagaan hoeveel jij had gespeeld toen? Zo. Dat is niet wenselijk, hoor. Dat is niet wenselijk. Dat is ook niet gezond, denk ik. Nee, dat is absoluut niet wenselijk. Nee. Oh mijn god. Zo. Ik had dan oprecht gewoon mee kunnen doen aan het experiment. Of je daadwerkelijk vierkante ogen krijgt van te veel gamen. Ik was daar gewoon proefkonijn geweest. Zo! Ik was daar gewoon proefkonijn geweest, gast. Ja, oh ja, dat is inderdaad het meest trieste. Abdoel bevestigt dat. Eidos is ook zo'n guy met altijd echt 100 dagen playtime in het spel. Maar die is gewoon... Het lijkt net alsof hij de dag speelt. Zo bouwt het hij is. Dus hij wordt ook niet beter als hij het veel speelt. Dat is het allerziekste eraan. Ik snap dat gewoon niet. Als ik veel een spel speel, word ik er vanzelf wel gewoon goed in, weet je wel. Maar Ido. Ja. Zijn learning curve die stopt gewoon vanaf een bepaald moment. Vanaf het moment dat hij de controls weet, dan is het daarna is het gewoon klaar. Dan houdt het op. Hij weet gewoon hoe die iets moet doen in een spel. En dat is gewoon het maximaal haalbaar voor hem, weet je wel. Ja. Daarna je stopt zijn een learning curve. Voor hebben. Ik denk het echt, man. Gamen. Ik denk het echt, ouwe. Want ik kan ook zo iemand die is gewoon niet die kan goed. Doen wat hij wil. Ja, die kan doen wat hij wil. Proberen wat hij wil, maar dat gebeurt gewoon niks. Gebeurt gewoon niks. Precies. Even kijken hoor. Gimby, 5 euro. Wanneer gaat Ole op OnlyFans? Sorry, deze is echt slecht. Nee, ik had hem al gemaakt, maar... Het is niet de eerste keer, inderdaad. Dus dan kan ik nu inderdaad doen alsof ik hem voor het eerst hoor, maar dan zou ik liegen. En dat doen we niet aan. Thanks voor de 5 euro. Eenzame balhaar met de 4 euro. En 5 cent. Mag ik een privéles van Twisty? Nou, ik ga er niks over zeggen, zoals dat Thomas. Maar ik denk dat jij dat wel zou kunnen, Thomas. Binnenkort. Weet jij wel, weet niet, man. Het zou altijd voor het jou zou zijn. Kunnen. Ja. Hé, maar trouwens, net speelden we gewoon tegen Platinum 3. Wij waren hoger dan zij, dus dat betekent dat wij op Diamond 1 zitten nu. Oh, nice. Dus dat schiet op. Dat is nice. Komt die boys? Ole? Ja, nou ja. Oh shit, dat is een beetje hoog. Ja, daar kon ik helaas niet bij. En mij nog één? Ja. Jij? Oh shit. Oh, sorry. Ik heb deze? Ja. Yep. We kunnen ook clips gaan farmen, ja. Ja. Doe het, Roy. Oh! Bijna dubbel nog? Ja, man. Thomas had ons goed. Oh, fuck. Ja, ik werd even... Oh, zo! Hole! die bal heen. Hier op vakantie, Mio. Oh. Oh, pogo. Dat is echt de eerste pogo ooit. Dat is de eerste pogo, ja. Gast! Ja, wat? Hole. Ja, maar die gaan we niet tellen hoor, als dat de pogo. Maar ze moeten forfeiten. Kijk, er is al één iemand gehouden. Sorry. Ze moeten forfeiten. Zit je op een alt, Roy? Ja man, ik zit op een alt. We hebben alle drie een nieuw account aangemaakt. Dus we gaan gewoon letterlijk met deze drie accounts, daar gaan we alleen mee spelen in de livestreams. Dan gaan we gewoon kijken of we SSL kunnen worden, man. Dat zou fucking dik zijn. Dus we hebben met z'n drie afgesproken dat we echt alleen op dit account spelen tijdens deze livestreams. Dus het wordt ook echt een serie op mijn kanaal. Die alleen in livestreams plaatsvindt. En we gaan kijken, man, of het gaat lukken. We willen gewoon live SSL worden. En gewoon kijken hoe ver we het niveau kunnen pushen. Vooral voor mezelf vind ik dat interessant. Want ja, dat... Hé, we zijn gehad trouwens. Ja, blij meteen. Let's go. En 9-9 in de chat, dat is Don. Heeft Don zijn kijkers naar mij gestuurd? Keihard zou dat zijn, man.
Sowieso shout-out naar Don. Ik zou vanavond misschien nog meedoen met zijn stream, maar ik kwam er gewoon helaas niet aan toe, man. Dat altijd als ik terugkom van het buitenland, heb ik altijd zo fucking veel shit te doen. Maar ik ga snel weer meedoen ook met Don's stream, man. Don Kaaklijn in de chat. Ah, dit wordt gewaardeerd. Loven jullie allemaal, man. Loven jullie allemaal, sowieso. Leuk dat jullie allemaal de chat hebben geopend. Ook weer papi, next time. Let's go, maat. Gaan we doen, ouwe. Gaan we weer eventjes kinderen het leven zuur maken op Fortnite, ouwe. Zo, dat was ziek, jongen. Ik deed mee met Don zijn stream laatst en toen gingen we gewoon even een potje Fortnite, toch? Maar dat was letterlijk het eerste potje wat we speelden van de hele avond. Volgens mij hadden we echt een 25 kill game gepopt of zo. Ja, dat was echt heel ziek, hou. Dat was echt heel ziek. Maar Don en ik hebben gewoon allebei precies dezelfde playstyle. Wij gaan er gewoon vol op en we zien het wel, weet je. We gaan niet afwachten of even kijken van, nu is wel aan of zo. Nee, we gaan gewoon. Heerlijk, ik hou daarvan, man. Ik heb zo'n hekel aan wachten in Battle Royale games. Ik kan maar ja, maar even mijn medkitje innemen voor 10 AP of zo. Gast donder op, gast. Ga gewoon spelen, hoor. Ja. Oh, ja, rachen zoals Don dat noemt. Ja, ja, precies. Hey, leuk dat jullie allemaal zijn, jongens. Waardeer ik. En dus thanks voor de raid vanuit Don sowieso. Oh. Hey, kut, kom er niet meer bij. Heb ik al? Ja. Oh. Stop, oh, fuck. Jammer. Oh, jammer. Oh, dit is in. Wacht, ik heb dit nog. Heb dit nog. Lekker. Of een midboost? Ah, laat even een paar goals maken. Deze forfeit is sowieso. Ja. Kom maar. Deze is echt gek. Nee, joh. Oh! Ja. Dit is wel even lekker, hoor. Oh. Dit is wel even lekker. Kijk, en nu forfeits inderdaad ook gewoon. Want nu kom je op zo'n niveau dat ze wel begrijpen van oké, deze oorlog gaan we niet winnen. Dan zijn ze gewoon gelijk pias. Het is gewoon gelijk tryhard inderdaad. Dat is nice. Oh, plus 38, let's go. Lekker. Ik denk dat we gelijk dia 2 zijn. Ja. Nou, verbreek mijn verbinding met de chat de hele tijd. Fuck is dat nou? Succes nog even, pa. Check je snel. Yo, check je snel, maatje. Thanks nogmaals voor je raid, bro. Waardeer ik, man. Sowieso love. Oké, ga jij maar rollen. Of course. Gelukkig heb ik links op mijn linkerscherm wel gewoon de chat die het hele doet. Maar op mijn rechterscherm moet ik het opnieuw verbinden met de chat ofzo. Fucking raar. Heel raar. Ja, man. Heerlijk is wel een lekkere vibe zo, hè? Gewoon een beetje knallen in dat in de publiek. Helemaal top, hè? Free play. Ja. Ja, letterlijk. Snackpan doen. Oh, wacht. Dan moet ik deze kant. Moet Ola naar de midboost. Ja, komt hij aan. Ja. En mij over? Ja. Hey Thomas, jij moest trouwens voor de linker achterboost gaan vanaf de spel. Oh ja, is naar achter. Is ook zo. Gaan we niet uit. Met? Oh shit. Oh, slijpen blok van hem? Ja. Tjoeski. Oh, damn! Zo, die was wel echt even lijp, ouwe. Wat? Kijk dan. Maar pakt hij nou de dubbel of de touch voor? Ja. Oh, heerlijk. Oh. Ja, die was echt wel nice, lekker. Hoor. Nice demo. Nice demo. Snackpan. Oh, shit. Oh, nee, maar niet. Komt alsnog. Thomas? Middel? Gooi gaat. Oh, ja. Was ik helemaal stil, ik was gefocust, joh. Ja, kan naar rechts? Ja, 14. Alleen. Komt die Olen naar jou? Ja, naar Thomas. Okay. Is goed. Wacht, ik land heel raar. Ik zag hem. Sick, bro. Sick. Dat was best. Let's go. Luc, 3 maanden lid alweer. Yolo, weet je al wanneer je VR gaat doen op Resident Evil 7, de oude serie? Heb ik echt al 4 keer opnieuw gekeken. Goeie oude tijden, keep it up, man. Ja, ik heb het toevallig vandaag nog met Max over gehad. Hij heeft de VR-bril voor mij, dus we gaan dat echt op zeer korte termijn gaan we dat fixen, man. Het wordt heel lijp. YouTube, zoals ik al aan had gegeven, heeft voor mij nu echt prioriteit nummer 1. Alleen die Frankrijk-trip, Val Thorens, kwam er echt even tussendoor. En daar heb ik het echt heel druk mee gehad, met alle voorbereidingen daarop. Maar nu ik weer terug ben, zijn er geen beren meer op de weg. Er zijn 2 dingen waar ik nu focus op heb. En 1 is YouTube. 1 miljoen abonnees halen dit jaar. Dat is echt de main focus. En 2 is mijn lichaam. Naar die 75 kilo tillen. Hoe gaat dat? Voor die gouden skiepketting. Ja, precies. Die gouden skiepketting. Dat gaat lekker, man.
Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk door Valtoural, door die trip, ben ik een half kilo aangekomen. Maar een half kilo is echt niks, man. Ik heb me daar zwaar ingehouden, dus daar ben ik nu echt heel erg blij mee. Daar pluk ik nu de vruchten van. Yep, dus dat zijn de twee focussen voor mij, man. Dit jaar, voor 2023. Mijn YouTube-kanaal naar 1 miljoen abonnees, daar ga ik echt tering hard mijn best voor doen. Met heel veel livestreams en heel veel video's en zo. Dat wordt één. En twee is mijn lichaam. Naar echt een next level tillen. Dan ben je gewoon op alle fronten ben je gewoon level maximaal gewoon, weet je. Die 75 kilo haal, dan ga ik een mooie zomer tegemoet. Wat lijp, ouwe. Jammer. Jammer. Ja, serieus jammer, want de poging was echt insane. Ik had hem überhaupt niet geraakt, weet je. De paas was zomaar wat beter. Oh, pas op, die gaat niet in. Kom maar. Moeilijk. Dat is een goal. Toch goal per se. Huh? Ja. Hij had dat gewoon. Een lijpe kei. Nice. Hoppa. Cool. Thomas, ben je blij altijd hier, man? Yep. Als je dat behaalt, heb je het voor mij echt uitgespeeld, bro. Ja, man. Als ik 1 miljoen abonnees haal met mijn gaming kanaal, dan ben ik letterlijk de derde in Nederland. Want je moet dagelijks AD een soort van meetellen natuurlijk. Ja, het heet nu gewoon Milan Knol. Het is nu gewoon zijn solo kanaal. En wie heb je nog meer? Game-meneer, toch? Ja, niet per se echt een game kanaal. Ja, je hebt natuurlijk ook nog game-meneer. Ja, ik weet nooit zo goed of ik Milan nou mee moet tellen als eerste soort van gamer die 1 miljoen abonnees heeft gehaald. Want ten eerste, het is natuurlijk een team geweest. Het was niet alleen Milan, het was een team. Dat vind ik al anders. Dus ik vind eigenlijk misschien wel dat game-meneer gewoon het eerste echte Nederlands sprekende... Anders krijg je weer... Nee hoor, kwebbelkop en jelly ook. Weet je wel? Ja. Het eerst Nederlandstalige kanaal vind ik eigenlijk game-meneer binnen gaming die dat heeft gehaald. De 1 miljoen abonnees. Zie je, je hebt alweer zo'n tablet-yoghurt. Tijmen Nui, jelly. Bro, ben je op je achterhoofd gevallen? Het lijkt me toch logisch dat ik hem niet bedoel als ik het heb over Nederlandstalig. Er zijn nog wel meerdere. Ik wil net zeggen. Altijd, jongen. Je moet echt zo duidelijk zijn tegenwoordig op YouTube. Ja. Dat zeggen Nederlands sprekende, gamende content creators. Die dus Nederlands praten in hun video's. Dus niet Engels. En ook geen Spaans en ook geen Chinees. Maar die gewoon echt Nederlands praten in hun Nederlandstalige gaming video's, gast. Over die kanalen heb ik het dus op specifiek op YouTube.com. Dus niet op YouTube.andere site. Gewoon echt specifiek YouTube.com, weet je wel. Daar, daar klassificeer ik mezelf dan een beetje mee. Je had toch ook kwebbelkop? Ja. Ja, precies, ja. Echt. Ga je het even laten voorvitten? De tablet joggen, jongen. Ja. De fucking tablet joggen. God, wat doet hij nou? Roy? Ja. Dat is een goal. Oh, jammer. Ja. Oh, dat is even lekker. 3, 2, 1. Daar gaan we. Hanwee, ja, maar Hanwee is toch geen gamingkanaal? Nooit. Ik heb het echt gewoon over... Een reactiekanaal. Ik heb het over echte gamingkanalen die gewoon echt alleen gaming doen. Anders kan je ook zeggen Gio, toch? Die heeft ook wel Sims-video's op zijn kanaal gedaan, maar... Degene wat overruled zijn zijn vlogs, lijkt me overduidelijk. Ja. Dus ik denk dat echt als je het puur kijkt, puur hebt over Nederlandstalige gamingkanalen, dat dan het eerste kanaal die dat officieel gehaald heeft Milan Knol is. En dan met dagelijks CD. En ja, dat is dus met een groep gamers geweest. Dus als je het dan weer hebt over solo kanaal, dan is Gameneer de eerste geweest. En dan zou ik dus hopelijk, daar ga ik in ieder geval heel erg mijn best voor doen, de tweede zijn, als ik het haal. Maar het lukt, toch? Ja. DutchTuber, fair point. Heeft hij 1 miljoen abonnees? Ja, volgens mij heb ik 2 kanalen zelfs, die guy. Ja? Yep. Wow. Lijp, ouwe. Nee, dan inderdaad nevermind. Dan zou het sowieso niet 2 zijn, dan zou het 3 zijn. Ik ga eens checken. Ik ga wel kijken. Dan ben ik ook echt benieuwd, man. Heeft hij een gamingkanaal met 1 miljoen? Jeraski heeft geen 1 miljoen. 1,05. Op gaming kanaal. DutchTuber, allemaal Roblox. Ja, lijp. Oké, insane. Insane. En dan DutchTuber Gaming heeft legit insane. Zo.
shout-out naar hem, dat vind ik, daar heb ik fucking veel respect voor. En heeft hij volgens mij nog een derde kanaal met zoveel ongeveer. Ja, ik vind dat echt lijp, hou. En niet uit wat voor content je maakt, als je dat voor elkaar krijgt. Ik kan van hem vinden wat je wilt, maar... Ja, ik vind dat lijp, hoor. Ik heb er gewoon fucking veel respect voor. Echt, bro, iedereen lijp. Die gewoon in zijn eigen... Enge grind, man. ...specialiteit lijp. Het gewoon kan doen, is gewoon, weet je, gewoon respect. Hij heeft klopt. Twee kanalen, 1 mil, insane gast. En mensen zeggen ook in mijn chat Jaraski, maar ik ben nog lang niet op zijn kanaal geweest, maar... Die heeft dat toch is niet geen 1 miljoen, mil? Volgens mij. Nee, volgens mij is dat cap, nou, hoor. Wacht. Het zou ook insane zijn, dan is die echt heel hard gegaan. Dan heeft hij gegrind. 8 ton. Nou, niet dus dan. Nee. Oké, ja, dan als je dus naar de solo creators kijkt, met gaming, Nederlandstalig, zou ik dus de derde kunnen worden. Daar komt het dan op neer. Heb je dus 1 gamer neer, 2 Dutch tuber en 3... zou ik het dan dus kunnen halen? Dat zou ik wel echt lijp vinden, hoor. En dat is wel waar ik dus vol voor ga dit jaar. Of ik het ga halen is een tweede, maar dat ik het ga proberen, dat staat buiten kijf. Matty, heeft hij het? Heeft hij 1 miljoen? Matty zit niet op 1 miljoen. Nee? Nee. 900. 900? 98. Ja. Poeh, zo. Hij gaat wel hard, hoor. Dan ook een contender. Hij gaat echt pauper hard, ja. Ja, want ik kan zeggen, hij is wel vol gaming, gast. Ja, klopt. Iemand in de chat zegt 954k. Heeft hij 954k? Had hij? Wie? Nee, 898. Echt live nu gewoon. Bankzit is misschien, maar dat is... Ja, dat is veel gaming. Anders. Zeker. Ook weer een groep. Precies. Franker en YouTube VMS, dank jullie wel voor de subs. YouTube VMS voor 6 maanden, thanks bro. En Frank is juist weer sub geworden. Thanks maatje. Hey lijn man, ik ga er gewoon volle bak voor en dan gaan we het zien of het lukt man. Meer dan je best kan je niet doen. Daar komt het wel een beetje op neer. En met best doen zie ik als elke dag om 3:30 uploaden en met regelmaat livestreams doen. Vandaar ook deze livestream serie, want ik weet gewoon... Dat ik deze livestream-serie gewoon echt vol ga houden, omdat ik het gewoon fucking leuk vind. Ik heb voor mijn gevoel nu ook echt twee partners in crime gevonden binnen Rocket League, waar het gewoon 1 heel gezellig mee is. En 2, ja, waarmee we gewoon echt gameplay-wise kunnen rammen. Ook insane. Ja, dat was gewoon het lijp hieraan, want kijk, Ole mag duidelijk zijn, RLCS champion, regional champion of zo, nou echt de lijpstitel die ik ooit heb gezien, dat is gewoon een pro, weet je. Die gaat ook meedoen aan weer allemaal lijpe toernooien en zo. Mogen duidelijk zijn. Alleen het is altijd nog maar de vraag of het ook klikt gewoon als persoon zijnde, toch? En of je een beetje voor je gevoel een leuke vibe hebt in de video's, maar ook buiten de video's om en buiten de livestreams om. En dat is dus wel echt het geval. En dat is heel erg belangrijk, man. Gezellig. Al fucking gezellig. Dus ja, man. Ik ben echt hyped voor deze serie, jou. Ik zeg je eerlijk. Het is echt fucking lijp dat we dit gaan proberen. Yep. Gewoon kijken hoe ver we het niet alleen pushen. Proberen. Nee, we gaan het gewoon we doen. Gaan het ook gewoon halen. En we gaan ook SSL tournaments doen en zo, weet je. We gaan het gewoon allemaal pushen. Dus ja, abonneer gewoon jongens. Gewoon lekker abonneren, belletje aandrukken, dan mis je geen stream, niks. Ja, en Roy, er zijn ook toernooien, die zijn puur voor Benelux. Zeg maar pro-toernooien kun je dat wel noemen, denk ik, toch Ole? Als in, daarna pro-toernooien, voor Benelux pro, zeg maar. Ja, ik vind dat lijp, hoor. Ja. Stel dat we het zo ver kunnen pushen dat we daar een keer mee kunnen doen. Ik bedoel, daar kunnen ik woon ook ver komen. Ik woon echt om de hoek bij de H20 e-sports, hè. Letterlijk in mijn achtertuin. Ja, gast. Dus, en ik ben er ook al een paar keer geweest inderdaad. Ik heb best wel goede connecties met die gasten. Dus ja, ik denk wel, als wij serieus met z'n drieën SSL worden en ik moet nog even wat beter worden, nog even wat final mechanics en zo, dat kan ik allemaal wel met jullie doornemen en regelen. Ja, dan is dat misschien wel toekomstig. In Benelux kunnen we sowieso competen, dat weet ik. Ja, dat zou echt fucking lijp zijn al, toch? Yep. Ik zou het echt leuk vinden. Ik zou er serieus ook echt voor willen gaan, hoor. Meen ik oprecht. Ik heb die grind ook ooit een keertje gedaan voor Fortnite. Daar ben ik nog best wel ver in gekomen ook. Nog wel een keertje wat prijsgeld gepakt. Ja, man. Toen zei ik ook gewoon van, ik ga echt serieus mijn best doen om gewoon met die lijpe toernooien mee te doen en zo. Nou, dat is allemaal gewoon gelukt. Dus ik weet wel, als ik eenmaal die visie heb, dan kan ik het halen, man. Ja. Ik denk dat wij in Benelux, Ole, maak je eens wat ik top 6 kunnen halen wel als de Rivier 3 team? Ja, 100%. Ja, ik denk zelfs top 4. Op een goede dag top 3. Ja, dat denk ik echt in Benelux. Ja. Ja, dat zou wel lijp zijn, ja, want het zou fucking lijp zijn, gast. Dat zou fucking lijp zijn. Ja. Waar is je fanhack? Ja, die is er niet op dit account, man. Dan moet ik eerst die blueprint unlocken. Kijk eens of je zo een hebt. Misschien heb je een. Precies. We hebben best veel geskipt. Dat is waar, dat is waar.
Oh, ik zat net ook even chat te lezen. Heeft Enzo Knol 2 niet... Nee. Maar ik heb nu wel een andere contender volgens mij gezien. Volgens mij klopt dit wel. Ik zie meisje Jamila, maar heeft hij altijd al... Nee. Ik heb toch ook Roblox? Tegenwoordig wel, maar volgens mij is daar niet van origine mee begonnen. Ja, dus dan vind ik het geen gamingkanaal. Dan vind ik het nu gewoon content wat nu blijkbaar hetgeen is wat ze doet. Maar dan vind ik het niet een officieel gamingkanaal. Ik vind gamingkanaal vanaf begin tot eind, zeg precies, maar. Precies, van begin tot eind altijd al met gaming bezig geweest. Dat vind ik een gamingkanaal. HRM zegt ook, die staat daar niet bekend om. Nee, dan vind ik het geen gamingkanaal, man. Als zij Roblox nu doet, weet ik veel, een jaar of twee jaar, whatever. Maar dat is dus iets van de laatste jaren. Terwijl ze helemaal op het begin van haar kanaal, weet ik veel, beauty video's deed. Of iets anders. Ik weet niet of ze wat heeft. Ja, dan vind ik dat geen gamingkanaal. Slime. Ja, dat doet zij toch? Niet. Okay. Nou, Wout zegt, dit is een lofopmerking, man. Die zegt, Roy, maakt niet uit wie e-mail heeft. Jij bent nog steeds de enige code. Dankjewel, maatje. Dat waardeer ik wel. Ja, wat een fucking beest. Voorzetje. Ik laat. Oh, ik backflip. Dat was echt zo zuur, ouwe. Oh, lekker rollen. Hey, we zijn gewoon bijna champ, hè? Gewoon, het gaat gewoon snel. Ja, het gaat echt niet wel snel, joh. Auwe, ik backflip weer. Wat ben ik aan het doen? Controller is broken, gast. Ja. Oeh. Nice. Maar dat wordt ons doel dus, in de Benelux gewoon compete als team. Ja, man. Sick. Ja, dat zou wel echt heel sick zijn. En het mooiste is nog dat ik het dan gewoon met Focus helemaal kan regelen ook. Worden wij gewoon het officiële team voor Focus. Holy shit. Ja, man. Oh, ik zweer het, gast. Dat zou vet zijn. Fixen we gewoon Focus drink jerseys en zo. Team Focus. Onze naam erop. Zo, dat is wel even dik, hoor. Ja, dat vind ik ook. Oh. Die Pandino allemaal zegt. Eerlijk chat, hoe lijp zou dat zijn, gast? Als we gewoon een Focus drink Rocket League team dan hebben. Als we meedoen in die Benelux shit. Dat zou toch echt te lijp zijn. Niet. Scamd. Lekker. Met. Wat voor? Nooit. Bij de harde kern, ja, zo is het al. Dan hebben we dan ook gelijk een grote support inderdaad. Ja, man. Als we ooit naar een land moeten, dan nog. Zo, maat. En goed drinken erbij. Dat lijkt me dus echt vet, hè? Dat we met z'n drieën daar gewoon op een land zitten te gamen. Gewoon. Dat lijkt me echt vet. Ja, man. Ja, eerlijk, dat is gewoon haalbaar, hoor. Dat is gewoon legit haalbaar. Geen grap. Van even bootcampen gewoon bij H20. Bro! Fucking sick. Yo, wat dacht je ervan dat ik in mijn studio gewoon 3 gamingplekken heb? Oh, ja. Volledig operationeel. Dat is ook een bootcamp. Dat je in IKEA woont. Ik was vergeten dat jij in de IKEA woont. Helemaal gek. Oh, nou, mijn meubels zijn wel van wat hoogwaardigere kwaliteit, hoor. Oh, sorry. Oh, je bedoelt ik kan grootte? Ja, oké, okay, ja. Kom wel in de buurtje. Godverdomme. Ook nog een heel buitenpaleis. Oh, eerlijk, chat, willen we dat een keer zien? Dat ik Ole en Thomas bij mij thuis uitnodig? Dat zij achter die setups rechts van mij gaan? Het enige wat dan wel sick. Echt fucked up voor jullie is dat het allebei 80 hertz schermen zijn. Dus die ga ik dan wel speciaal voor jullie vervangen. Ga ik ze allemaal pushen naar wat jullie willen. Ja? Oh, ja, dat zou handig zijn. Ja, 80 hertz voelt echt heel kut, denk ik. Als je... Paolo is trouwens mijn afstandsbrief voor mijn aircon. Het wordt hier warm, wacht. Hey Oli, je weet hoe chill die stoelen zijn, hè? Welkom. Die daar staan bij die tweede en derde setup. Oh wel? Dat zijn gewoon van die bioscoopstoelen. Ja, maar die zijn insane. Oh, die zijn echt niet. Legit insane. Je, ja, man. Je kan er letterlijk in slapen, gewoon, heb ik gehoord. Oh. En ik kan dan ook gewoon een cam op jullie zetten. Dus mensen zien jullie ook gewoon spelen en zo. Dat wordt echt fucking insane, vet. Gast. Dat wordt echt insane. Oké, bij deze, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ah, let's go. Sterker nog, als we SSL zijn, als onze missie is gecomplete, dan gaan we dat doen. Ah, dat goed. Is bij deze. Dat is gewoon dat is want bij deze als we dat hebben gehaald, dan weten we ook dat we kunnen competen in Benelux. Dat sowieso. Precies. Ja, als we dat hebben gehaald, gaan we het inplannen, hoor. Let's go. Goed. Dat wordt echt insane. Jong. Ga Thomas. Toch, is geboost dat. Ja, Ole. Ja. Lekker. Nog één? Ja, bump. Nou, dat is ook nog goed. Voor. Top. Ben je half flip aan het leren of niet? Ja, dat soort dingen moet ik dus nog leren, weet je. De half flip, ik ben niet echt mee bezig geweest. Speedflip
Dus wel. Dus dan zal de link naar Half Flip niet heel moeilijk zijn waarschijnlijk. Ja, flip reset heb ik eindelijk wel echt gewoon goed onder controle. Vooral met de Fennec. De optreden niet echt. Maar met de Fennec heb ik die wel echt onder controle. Sorry, dat mag niet. Ja, verder weet ik niet wat nog echt belangrijk is om te leren. Verder is het denk ik gewoon heel veel blijven spelen. Dus dat je die game sense gewoon... dat dat steeds beter wordt, snap je? Ja. En dat dat vooral het ding is. Ja. Daarom neem ik ook gewoon echt tips aan van de boys. Soms zeggen ze wel eens van, hey, probeer eens dit of dat. Probeer hier eens op te letten. Gewoon opbouwende kritiek. En dat vind ik alleen maar chill. Want dan, ja, maar weet je hoe snel jij beter bent geworden? Door gewoon te grinden gewoon. Als je kijkt naar de eerste video van de, nou ja, 5 maanden geleden. Als je dat nu kijkt, zeg maar, dan denk je echt, huh. Ja, ja, is dat nog steeds dezelfde guy? Ja. Niet. Oh. Zo! Oh. Die had lijp geweest. Lekker. Blijf nou zo'n boost dan. Force Fruit is fucking lekker, thanks Siem. Ja, ik moet ook zeggen, daar zijn we echt blij mee man, met die smaak. Vooral het feit dat het ook maar 10 calorieën is per flesje. Dus je kan er gewoon echt, ja, als je wil, oneindig veel van drinken op een dag. Dat is gewoon heel relaxed man. Echt relaxed. En het is inderdaad echt zo'n lekkere smaak, het is belachelijk. Oh, jammer. Jammer. Het is echt, ik kan er legit zelf ook echt 10 van drinken op een dag man. Geen grap. Ik had ook een hele lijpe voorraad gekregen toen het was geproduceerd in onze fabriek. Toen kwam Team Focus, dus Jesse en Giel, kwamen het langsbrengen bij mij. Nou, dat waren echt letterlijk misschien wel 200 sixpacks of zo. En dat is nu bijna allemaal op. Jezus. Dus binnenkort wordt er een pallet bij mij thuis geleverd. Het zijn volgens mij 2400 flesjes. Waarom? Daarvan gaan de helft naar Don en de helft naar mij. Ja, wij moeten gewoon altijd voorraad hebben, bro. Ja, dat is zeker waar. Uiteindelijk zijn Don en ik natuurlijk gewoon de marketingkanonnen van Focus. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus wij moeten zelf altijd Focus hebben. Maar ook de mensen om me heen, man. Daarom vroeg ik net ook al aan Ole en aan Thomas of ze nog voorraad nodig hadden. En mijn editor is natuurlijk ook standaard op per maand, weet je wel. Ja, Jari is ook gezet op, hoor. Ja, man. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk, weet je. Ik vind gewoon de mensen om me heen die belangrijk voor me zijn. Kan zijn met content, kan zijn... vriendschap, maar kan ook zijn allebei. Dat bewijzen bijvoorbeeld Ole en Thomas, weet je wel. De editor, yes, designers, nou, die hoek ik gewoon altijd op met Focus. Gewoon leuk te doen. En ja, oprecht, ik moet ook gewoon echt zeggen dat ik vind nu ook gewoon dat we echt zo'n lijp product hebben. Dat ik ook gewoon merk om me heen dat heel veel mensen echt zich privileged voelen als ze lading opgestuurd krijgen. Omdat het gewoon echt een lijp product is. Ja, de supermarkt kost het toch 9 van 10 keer 1,30 euro, 1,40 euro, zoiets. Dus ja, het is toch wel lekker als je daar, ik veel, 48 flesjes van opgestuurd krijgt ofzo. Ja, dat is wel lekker. Ik heb helemaal niet drinken bijna. Ja, leuk. Leuk om te horen. Bro, als je flip reset gooit, dono ik 100 euro. Oké, bij deze, let's go. Nou, we gaan een rode setup hebben. Ja, heel veel setups geven nu. Ja. Let's go. Hij heeft niet gezegd of het in dit potje moest, hè? Nee, dat is waar, maar het gaat me sowieso wel lukken in dit potje. Kut. Nice. Ik zag dat je probeerde. Even die boost halen. Wat doen ze allemaal? Ik laat de bal gewoon liggen nu. Nice. Wow. Roy is echt op een missie, jongen. Ja. Echt, hè? Roy is stil, gefocust op die flip reset. Ja, zwaar gefocust, man. Kom maar. Het speelt wel irritant om een setup te krijgen, moet ik zeggen. Maar echt, ouwe? Ze zit op elke bal. Ja, deze heb ik. Oh, gaat hij weer. Die bounce is ook echt goed. Ja, man, ik kan er net niks mee gaan. Ja, inderdaad. Nee! Er zitten twee guys in je rug. Wat een gasten, jongen. Oh, ik ga ze demo'en. Misschien dat ze dan iets rustiger worden. Hé, hey, ja, dit kan. Wacht, Olo, ga ook voor demo's, hè? Ja. Oh, god. Wordt daar niet gedemo'd? Hij is daar, pas op, hoor. Fuck. Wacht. We hebben gewoon 0 keer nog de kans gehad. Ja, ze zitten overal op. Ja, nice.
Kut, pardon. Oh, jammer. Zonde. Dit was het moment. Als je nu die kut fan ik had. Ja, man. Ja, dan had ik hem sowieso gefixt. Ja. Oh, hij is er weer achter. Nee, jongen. Bro, oh, wat doet hij? Wat een gast. Die wave. Kan hij naar rechts? Kut. We hebben allemaal dezelfde auto, ik denk ook. Ja. Thomas, mooi. Allemaal die blauwe LPT. Ja. Hey. Hey, je mag hem ook in vuur weten. Ja, dat is waar. Oh, ik heb hem, Oh, oké. Okay. Imagine. Nee! Oh. Jammer. Jammer. Zero second had ik nou echt dubbel down mogen geven. Ja. Insane. Ik heb letterlijk één try gehad. Toen raakten we helaas de ceiling. Jammer. Jammer. Hé, hey, volgende game champ 1. Oh. Dus, hey, kijk! Eindelijk gewoon een grand. Let's go. Oh, nice. Oh, shit. Holy moly. Ik heb hem. Nice. Oh, no way. Zo, lekker Thomas. Goeie pass. Goeie. Welke rank zijn jullie? Ja, volgens mij zijn we nu champ. Ergens in champ of zo. Dus het gaat nu gewoon eindelijk wat serieuzer worden. Thomas, jij? Ja. En nu kunnen we gewoon vol beuken, gewoon. Oh! Jammer. Je jumpte van de bal af of zo. Ja, man, ik had hem namelijk gewoon. Alleen ik flikte van de bal weg. Dat was heel raar. Alleen met mijn linker duim van die stick af. Heb deze? Jij? Ja. Nice. Oh, jammer. Ik vind dat altijd zo moeilijk als die klein stukje van de muur afgaat en hoog. Dan denk ik altijd van, ja, wat moet ik nou met deze bal doen? Die naar de ceiling vliegt, of? Ja, man. Ja, dat is ook niet uit. Blok. Nice. Blok. Goeie, nog één. Oh, ja, nice. Zo, ik land op hem, gast. In ieder geval nog een touch, waardoor ze niet kunnen counteren. Yes, sir. Oeh. Dat is lijp. Lekker. Ervoor. Nice. Die is lekker. Heerlijk. Nice. Mooie bal. Heerlijk. Goeie. Ja, vanaf nu wordt het leuk, man. Ik heb hier nu echt zin in. Dit is gewoon het moment dat het gewoon wat serieuzer echt wordt. En we renken ook echt snel, man. We renken echt fucking snel, gast. Yep, dus we moeten gewoon blijven winnen. Oprecht? Omdat we nu snel MMR krijgen, kunnen we morgen al SSL halen. Dat is geen eens een grap. Want we krijgen gewoon 30 MMR per potje. Ja, dat is insane. Nice. Oh. Middelholder? Ja. Oh, sorry. Schiet hem, maar niet. Doe maar. Nice. Nee, oh, ja. Oh, shit. Don't know. Ja, precies. Ja. Oh, nice. Nee, joh. Ja. Dat is de donut zo voor, jongens. Dankjewel alvast. Hier, je moet dus even een half flip leren eigenlijk voor dit soort momenten. Mist ik wat? Wonder man. Even kijken, we hebben een 2,50 euro donatie van Luca Legend. Dankjewel, maatje. Zenki met de 1 euro, je wordt steeds beter. Thanks, bro. En Rens heeft geen geld, 5 euro. Doneer voor Pellefonds, omdat hij geen B56 kan benchen. AK sukkel, what the fuck. Oké, snackpan, let's go. Ik ga linker boost. Ja. Zo, die bal kwam raar, gek. Ja, inderdaad. Nee, hoor. Yo. Oh, shit. Ja, welkom. Oh, is top. Nice. Ja, dus heb ik. Oh, jammer. Bijna perfect. Ja. Goed. Nou, hoor. Ja, cool. Heeft hij? Omhoog. Ja. Hij heeft. Hij raakt. Oh. Nice. Heb ik? Ja. Oh. Wat dan? Wat wel? Wat zie ik? Even gelanceerd hier. Oh, oh shit. Oh, we zijn bijna samen. Oeh.
Cool. Mine. Jesse met de 6 euro, die zegt... Miep. Wat hel? Thanks voor de 6 euro en Luca met de 1 euro, dankjewel. Let's go. Zou ik kijken of er rankers zijn? Ik denk Chan. Kijk even of je Fennec hebt trouwens, misschien. Oh ja, ja, ik denk dat trouwens de chat het wel is opgevallen trouwens. Champ, let's go. Ja, champ inderdaad, lekker. Welke divisie kan ik dat nog snel zien? Oh, net gepromoveerd. Ja. Ik krijg 1500 euro. Die focus links altijd uitgekocht bij A. Triple ja. Flip reset doet. Kan jij dat? Sowieso. Ja, natuurlijk. Oké, snackpal jongens, ik rij naar achter. Dan moet Thomas een linker mid boost. Ja. En Olewef staan. Yes. Oeh, wat wel. Niet uit. Oh, mijn god. Kut. Ja, oké. Check. Gaat slapen. Het is ook de energie, zie je zo. Ja, In 2018 wel. Weer snackman, hè? Oh. Leuk, dat twee. My bad. My bad. Ik had inderdaad, ik had inderdaad moeten blijven staan. Maar het werkt alsnog. Oh, yes. Nice, gast. Dank u. Dat je hem mist, maar alsnog scoort. 3 euro van Alwin. Hey bro, hoe gaat die tijdje niet gesproken? Lekker streampje, man. Ga ze door. Alwin, gaat lekker, maatje. Hoe is het bij jou dan? Thanks for donor, bro. Snack man weer. Dan moet ik dus blijven staan. Fuck. Ik was al, ik was al gemoved. Nice. Pinch over? Ja. Oh, sick. Oh. Oh, de bounce, jezus. Dat is die normaal bounce, hè? Oh jee. Zit dat niet? Ja, deze. Heb ik. Nee, heb ik niet. Oh, deze heb ik. Ja. Oh, kut. Nice. Heeft hij niet? Nice. Bang. Ja, nog één. Oh, shit. Zo, wat ziek. Oh. Oh, hij mist? What the fuck? Ja. Nee, die schiet die weg. Ah, hij heeft er wel. Pik. Niet. Pik op. Kukse pinch. Oh, lauw. En mij? Wel weinig, maar. Toch. Dan zegt ik heb wel weinig. Ja. Dat is mijn nul boost die. Oh mijn god. Lekker. Oh. Blok. Ja. Hij is zo bies. Raar potje gek. Ja. Huh? Mis ik die boost? Ja, goed. Lekker. Nice. Let's go. Good pass. Thanks. Lego! Nou, op zich, we ranken best snel eigenlijk. Ja, we gaan best wel lekker hoor. Snackpan? Ja. Ja. Jij de mij over? Ja. Dat kan ook, ja, nice. Ja, dit is sick. Crossbar. Is het ook nog? Oeps. Oh, ja. Maar hij werkte zo goed. Hij werkt echt heel goed, hoor. Cap. Is goed. Oh, wat? Ik kom ineens even tussendoor, die game. Oh, hij gebumpt. Hij bent wel. Oh, nice. Hij mag gek. Nice. Wow, yo. Dat is set-up. Oh. Rechts, Thomas, lukt dat? Hij heeft. De cap. Oh, daar. Pas op. Ja. Oh, jammer. Ik wou ook al gewoon stil te liggen door mijn blok. Hoe kan dat dan? Ja. Dat is heel raar, hè? Damien, 5 euro, hou die grind vast. By the way, Rebirth was tof, hè? Ja, man, was fucking lijp, gast. Dankjewel voor de 5 euro. Jesse met de 6 euro. Wippie voor Ippie. Roy, je bent baas en altijd relaxed om naar te kijken. Dankjewel, maat. Dankjewel. Okay. Oh, fuck. Wat kut. Kort EO gebeurd. Wat een guys. Fuck, staat trouwens gewoon 2-2. Yep. Ja, focus. Binnen 10 seconden staan we voor. Yep. Yep, let's go. Minder dan 2. Ja, 2 seconden zelfs. Ik vind het leuk, want mensen zeggen, ben je alweer thuis? Je bent toch in Frankrijk? Maar onze vlogs lopen toch een dag achter of zo, anders is het 2 dagen. Oh, 2 dagen. Dus mensen hebben net die vlog lopen kijken, zien die jou daar. Ja, mooi. Oh. Nice. Yep.
Oh, oh sorry. Goed. Nee, maar niet. Oh, die bounce gek. Ik troll. Kijk dan. Yep. Ja, goed. Goed voor. Oh. Jammer. Oh, jammer. Kom maar holen. Ja. Zo. Nice. Oh, niemand daar tijd. Nice, hij is er. Oh, zo'n pinch hem weg. Oh, sick. Oh, is je die dubbel? Geen boost meer. Oh, jammer. Kloot. Wat is? Ja. Hij is... Hij is snel kleren. Ja, hij stond in de weg, ja. Sick, lekker. Nice, lekker. Geen forfeit, nee. Maak voor de fun merchandise met een snackpan erop en dan een pannetje met iets erin. Ja, dat kan wel zijn. Ja, echt hè. Oh. Zo, ik wou faken, maar hij trapte er niet in. Emma. Nou, hij trapte er wel in, maar hij schoot hem in. Oh, hij staat kut. Nice. Naar rechts. Komt ie. Nice. Oh, jammer. Kom op voor. Oh, heel. Dat is oké. Kan niet. Hij is bump. Yes. Bump. Oh. Kom voor. Fake. Oh, oh jammer. Nee, ik wilde voor mijn triple reset gaan. Ja, doei. Oh, mis. Oh, jammer. Red. Oh, niet uit. Ah, dit potje is van ons. Ja, yep. Sowieso. Goeie. Nice. Rechts over. Ja. Oh, imagine. Oh. Dus de stream snipers niet gelukt, helaas. Want we next one. Stream snipers? Ja, ja. Oh. Yep. Ha, direct. Even wat research gedaan. Daar is stream snipers. Let's go! Helaas. Ik kreeg een DM op Discord. En volgens mij werd het mij duidelijk. Hey, kan iemand even Bilal uit de chat knikkeren? Ik heb alleen nog maar onzin uit zijn mond gehoord, dus Gooi die gast gewoon uit mijn chat, ouwe. Ben hem gewoon, wegwezen. Ik heb geen zin in dat negatieve gelul. Heeft zo iemand geen podium in mijn chat, ouwe? Negatief gelul en je kan gewoon opdonderen. Dus ik zie dat je nu alleen zijn bericht hebt verwijderd, Pitgunner, was het volgens mij. Maar gewoon bannen zo'n idioot, joh. Ik heb niks aan. En opdonderen wat hij vindt. Toch een hekel aan tablet joggen, jongen. Niet normaal vast. Oh, helemaal giftig geworden. Ja, logisch. Oh, mijn stream kijken, puur om alleen maar kutzooi te sturen, weet je wel. Dan denk je van, yo, ben je maar gewoon niet zoveel te doen. Leveloos, gast. Holy shit. Dan heb je gewoon echt geen reet te doen, nou. Oh, jammer. Nee, ik ben niet geswitcht op Octane. Tenminste, ja, ben ik wel. Maar dat is niet omdat ik dat wil. Maar het is gewoon omdat we een nieuw account hebben. En daar heb ik nog geen panic op. Helaas. Welk level ben je nu? Weet niet, man. Kan ik dat zien? Als je escape klikt, dan kun je daar linksonder zien wat level je bent. Oh ja, 12. Oh, dat schiet niet echt op. Nope. 12? Ja, dat bedoel ik, hè? Ja, het begon op 10, hè? Oh ja. Maar, dat bedoel ik. Je moet level 30 zijn om te trainen. Kijk hoe lang dat duurt. We hebben nu gewoon de hele avond lopen spelen. Ja. Ja, man, dat is wel lijp. Zo, wat is dat? Zie je het niveauverschil tussen vorige pot en deze pot? Ja. Ja, nou denk ik al. Dus mijn bron klopt, die ik kreeg. Een goede bron heb jij. Ja, joh. Over spionnen.
Nee, zwaar. Ik zag het al gelijk, man. Ik dacht al gelijk dat dat geen champs waren. Ja, ja, dat waren geen champs. Niet dat ze overdreven goed waren, maar ze, het waren in ieder geval geen champs. Beter dan dit niveau. Inderdaad. Ja, joh, er nog één. Ja, als. En voor? Ja. Lief. Dubbel. Check. Oh, jammer. Thomas? Is die boostband? Nee, jammer. Oh. Nice. Here you go. Oh shit. Ja, inderdaad. Oh, nice. Een fake. Oh, ik mis. Oh, oh jammer. Jammer. Here we go. Check. Wauw, van dat gast. Volle back tegen die guy aangaan. Ah, even full try-hard. Deze guys zijn door stoer. Oh, nice. Oh, oh wat? Ja, ja. Dat is lekker. Let's oh go. Mijn god. Wat was dit? Lars, 1 euro, dankjewel, maat. Ik snijpte een soort van ole met die ballen. Ja, lekker. Voor Claimy Chance krijg je ook veel XP. Ja, dat is wel goed inderdaad. Nice. Dubbel. Nee, oh. Geen boost meer. Jammer. Kijk. Van de tijd. Thomas. Oh! Nice. Oh, niet. Oh, oh. Jammer, man. Altijd een zo dichtbij. Oh, nou ja. Ja, komt-ie. Eén twitch. Ja. Nice, goeie. Goal. Lekker. Goal, 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 goal. Goal, 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 goal. Spaanse commentators. Ja. Milan zegt, oh, je bent een fuck goed geworden in korte tijd, respect, ik doe het je niet na, dankjewel maatje, waardeer ik. Voor jou Thomas? Lekker. Toch. Oh, die had ingeweest. Ja, hij blokte hem. Oh, hij mist. Zo, dan begrijp ik die guy. Ja. Hij wil die boost, denk ik. Ja, man. What the fuck? Oh. Oh, mijn god. Die ging echt net aan me voorbij, die bal. Oh, jammer. Dat was close. Oh ja. Geen boost, geen boost. Oh, jammer. Echt kut. Rechts. Oh, perfect. Oh, jammer. Oh, jammer. Oh, jammer. Nice. Dat was zo'n droge dag over daar. Nog een keer. Oh, mijn god. Er is zin in. Dat is een goal, 3-2. Nice. Oh, oh lekker. Lekker. Nice. Terug voor het. Ik denk champ 2 al. Als het goed is. Nou, nee, 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 nee. Mooi goal, man. Lekker dan. Oké, dan. Gaan we weer. Je bent echt met die doel, dankjewel. Quixie Edits. Waardeer ik, maatje. Weet iemand waarom Roy een ander account heeft? Nou, omdat we dus een nieuwe serie zijn gestart op dit kanaal. Waarin we live gaan proberen SSL te halen. Dat wilden we gewoon doen vanaf compleet nieuwe accounts. Dat we dus allemaal dezelfde progressie hebben. Evenveel MMR allemaal. Niet dat de een meer heeft dan de ander.
Dus vandaar eigenlijk, man. We kijken of we dat met z'n drieën kunnen halen. Live. Dus deze streams... we gaan ook echt alleen op deze account spelen in de streams. Dus niet in video's of zo. En bij alle drie ook. Dus ook niet in andere video's of op andere momenten buiten de streams om. Gewoon enkel in deze livestream spelen Ole, Thomas en ik in deze account. Dan gaan we kijken of we het halen. En we gaan hard. Niet normaal. Ja, maar we gaan echt hard halen. En dat zijn we al. Bijna Champ 2. Eén game verwijderd van Champ 2, gast. Oh mijn god. Echt leuk. In één avond. Oh shit. Je bent wel van backflip, hè? Ja, niet normaal. Echt fucking raar, hè? Ik heb echt niks van. Mijn dead zou wat hoger zetten. Ja, misschien wel. Maar wat is de winstreek? Ik zou het niet weten, man. We hebben nog geen potje verloren in ieder geval. Linksachter? Volgens mij rond de 20. Ja. Trouwens, Roy kan een half uur langer blijven, dus dat is top. Oh, lekker, bro. Leuk. Let's go. Oeh. Dus we gaan nog even lekker door. Oh. Nice, maat. Waardeer je. Ik bedoel, we gaan zo lekker. Kijk deze guy. Oh, mijn god. Oh, ik had hem echt nu is hij weg. Gerold, gast. Nice. Ben je rechts? Oh shit, hij is daar. Niet uit, ik ben nog back. Nice. Zo. Nice. Oh, ik ben rechts van je. Ja, ik heb wel 0. Van mij had pinch. Ja. Oh shit. Ben je nog voor? Nou, die is er nodig. Oh. Goeie. Nice. Wat is een TW Octane? Wat is dat? Een TW Octane White. Oh, dit iemand in mijn chat zegt dat hij die mij wil gunnen. Mystiek FN. Nou, dat is lief. Linksachter? Ja. Ja, dat is lief. Dat is een auto van... Hoeveel zou die zijn, Thomas? 40 euro? Ah. Ja, hij is nu goedkoop omdat hij natuurlijk in de item shop is geweest een keer. Ja, precies. Ik denk rond de 20 tot 30 inderdaad nu. Je hebt deze? Ja, nice. Oh, die bounce lekker, denk ik. Oh nee, echt een kut bounce. Ik heb hem nog een keer. Bleu, blok. Oh nee, nee, niet. Fake. Wow. Ik loop in. Dat zie ik niet vaak. Nee. Kijk maar even wat hij daarna gewoon doet. Heerlijk, gast. Heel ziek. Wat goed. Linksachter. Aha, yes. Oké, kut. Zit niet. Denk ik. Oh, oh je zit wel. Oh, ik ben een beetje boos. Ach ja. Ik wou precies hetzelfde zeggen, maar ik dacht... Zeg van? Uit. Ja. Kut, dan moet ik heen. Ik moet hierheen. Oh. Nice. Ja, ik doe gewoon elke keer gewoon een hele simpele what a save. Dan moet de ander even de stand typen. Als ze leven. Ah, man. Jammer. Even kijken, Champ 2 denk ik. Als ik het goed heb. Hoe zijn wij in contact gekomen met Raymond van Barneveld? Via Milan Knol, man. Leuke vraag, via Milan Knol, omdat Milan een podcast heeft gedaan met Raymond van Barneveld. En toen gaf Milan hem focus tijdens die podcast, of na de podcast, linksachter trouwens. En toen zei Raymond van, ik vind het echt super lekker. En ik zeg altijd tijdens een darten, zeg ik altijd, voordat ik een dubbel moet uitgooien, zegt hij altijd het woord focus. Dat zegt hij tegen zichzelf om daadwerkelijk die focus te krijgen. Zeg. Wow, goeie reset. Oh, damn bro. Kom op naar even goaltje dan. Oh. Zo, die was echt sick, gast. Holy shit. Die controle daarna. Ja. Maar zodoende zijn we toen in contact gebracht met Raymond. Via Milan dus. Omdat hij zei van, ik vind het drankje en super lekker. En het past gewoon bij me. En toen heeft hij ook nog eens een paar trainingssessies meegedaan. Want hij kreeg wat focus mee van Milan. Toen zei hij ook gewoon van, ik sta er ook gewoon beter van te gooien. Heeft hij legit zelf gezegd. Dus ja heeft hij echt dat gezegd. Serieus. Geen probleem. Ja. Of geen grap. Hij zei gewoon letterlijk. Man is wereldkampioen geweest. Precies. Wat is het? Vijf keer wereldkampioen geweest, ja. En hij drie zei gewoon van, ik stond gewoon op zijn Haagse accent. Weet je, ik stond gewoon lekker te trainen. Lekker. Nee, wacht, dat is een ander accent. ik stond gewoon lekker te gooien met wat paaltjes. En op een gegeven moment een paar focuses erin ging het wel lekker, weet je.
Zo praat hij ongeveer. Dus dat was heel erg leuk om te horen. En toen zijn we gaan praten voor een ambassadeurschap. Oh. En binnen no time was het geregeld. Jammer. Dat is zo jammer. Jammer hoor. Ik ga back. Big Mac. Hoppa. Nog één aan jou hoor. Oh shit, daar staat bescherm onder. Ik was even wat schoonmaken. Oh, kan gebeuren, weet je. Oh. Ja, Thomas. Houtje. Komt ie. Yes. Hey joh. Oh, Roy werd even gelanceerd. Zo, dat is echt jammer, want het was echt een ziek goede paas. Klopt, het was echt... het kon op play worden. Ja, 100%. Oh. Ik ben up. Ja. Die back was achteruit. What the fuck. Ja, hallo? Ja. Op de manier ook hoe je hem saved. Oh, oké. Okay. Links? Ja. Komt hij weer terug naar jou? Oh. Oh, die guy. Ja. Dankjewel. Nice. Deze guy, jongen. Oh mijn god. Ja, bro? Kant eraf. Ja. Nice. Oh, hij heeft de boost. Ik ben gebumpt. What the fuck? Oeh, zo. Oh. Wauw. Ja, man. Close. Nice. Nice. Oké. Okay. Terug. En dit. Is... Oh. Dit mag niet. Nice. Nice. Oh, lekker. Achterboost erin. Ja. Naar jou? Ah, niet de beste, maar. Jammer. Try. Jammer. Ja? Oh shit. Ja. Oh, jammer. Oh, lastig. Wat even net niet lekker voor mij, dit potje. Hè? Ben met, Thomas? Ik heb 0. Oh, hoi. Oh. Helemaal gek. Oh. Ja. 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 Dat is goed, hè? Nice. Midden? En links. Goed. Ja. Dat is hard voor mij, maar voor Thomas niet. Crossbar challenge. Ik krijg wel vaak de crossbar vandaag. Kan nog? Ah, oh, jammer. Wat lelijk is, jongen. Jezus, gast. Ik zit echt totaal niet in het potje. Okay. Echt fucking lelijk. Valt allemaal mag net. Mag faken, Zolle? Yo. Links. Nice, ja, links. Ja, kom maar. Oh, dit is het, dit is het. Oh, dit was net niet bij. Ik kon er gewoon echt net niet bij. Dat was bijna insane. Ja, man. Nice. Maar lekker, heel goed. Nice. Oh. Wow. Snackpan doen? Is goed. Ja. Kut, ik moet stil blijven staan. Ah, dat kan ook. Inderdaad. Links? Ja. Nog één? Ja. Dus. Och, dat is close. 8 euro. Mm-hmm. Heb dit? Ja, dus. Je hebt tijd. Oh, close. Ja. Hij is gebukt. Nice. Let's go, jongens. Wil hem eigenlijk met mijn achterkant raken, dat had ik hem gescoord. Jij hebt deze ole? Ja. Andere rechts voor ons? Ja, absoluut. Midden erbij? Ja, kom maar. Hier. Wow, joh. Ja, dit is gewoon fucking een leuke gast. Jammer. Goed dan. Backpass? Ja, top. Ik moet backward, nice. Nu ga ik. Ja. Oh. Jammer. Holy shit. Oh, ik heb geen reset. Fuck. Jammer. En terug. Oh, backpass. Kom maar. Ja, top. What the hell? Zag je me? Oh, lekker. Oh. Heerlijk. Wat had je dan, man? Je checkt het. Ik ging helemaal gek. Oh. Ik zat naar Roy te kijken, omdat die bal in één keer weggaat. Let's go. Pinch kick over. Linksachter. Ja. Zo, een pinch iets, maar niet doen. Nice. Let's go. Nice. We gaan lekker, man. Zal ik even winstreep bekijken? Ja, dat is echt heel lijp, hoor. Dat is echt heel ziek. We zijn er veel te ziek bezig. Ik ga gewoon een olifant opzoeken, dan is het makkelijk. Ja, dat is. Rechtsachter? Nee, rechtsachter. Oh shit. Die telefoon, man.
Oh jezus. Huis. Ja, kom maar. Oh. Was je die dubbel op hitte, bro? Ja, dat had echt belachelijk geweest. Erbij. Wat? Wat? Ouwe. Het spat gewoon niet. Ik ik zou er geen reet van. Zo, ik zat te tellen in mijn hoofd, maar wat? Ja. En voor? Oh, fuck, ja, dat iedereen dit mist. Oh. Hij is daar. Wacht, ik ga even de winst kijken, dat is belangrijker. Wat, oh, is gewoon open. Oh. Ja, wat wel. Pinch. 20 nu, 20. 20. Oh, niet mis. Shit. Naast. Ja, ja. Oh, ja. Jij? Lekker. Nul, maar goed. Naar links. Ja. Ik laat. Oh, lijp. Boom. Oh, hoi. Kolen. Komt lekker. Oh shit. Ik ben achter je. Ik ga het gewoon. Nice. Middel. Aan de middel. Probeer maar. Oh shit. Pas op, hij komt middel. Ik heb nul. Oh, maakt niet uit. Hij wou die boost. Nice. Wat is dat voor puntje? Oh. Heel bizar, inderdaad. Oh nee, nice. Sorry. Wat doe ik? Voor? Ja. Is. Oh, helemaal. Nice. Wat? Wat is voor? Al een goal, denk ik. Oh nee. Ja, zoiets. Met? Oh shit. Ik weet niet wat ik deed, gast. Heb ik. Links. Oh, mag ik pakken, pak? Ik heb wel. Is goed. Rechts, drop. Weg dan ook. Oh, oh. Kwarte lead. Nee, pas op. Ja, inderdaad. Ja? Is goed. Nice. Ah, die is slecht. Blok nog. Nee, nog gast. Oh shit. Dat doet hij goed. Hij gaat zo doen. Oh ja, dat is leuk. Ja, ik weet ook alweer wat hier weer gaande is. Het is weer zover. Dus even zweet. Uit focus. Wat twee? Rechts. Ja. Ik ben weer getipt. Ah. Rechts. Nul, maar komt naar jou hoor. Ja. Eén keer. Close. Oh, jongen. Weer voor? Ik heb een achterboost. Ja. Oh, beetje awkward. Ik heb dat wel. Ja. Touch gewoon. Ja, maar. Touch. Dat is het. Is het. Wat? Oh, dat is oké. Okay. Oh, nice. Dag hier, safe. Maar Roy heeft champ wel gelijk. Champ 2. Yep. Safe. Is het champ 2 safe? Let's go. Nu ga ik zo, nu gaan we ze ook gewoon helemaal kapot maken. Let's go. Gaan we ons niet inhouden. Snackpan? Uit. Ja. Hier, die verwachten ze niet. Dat dacht ik al. En weer midden. Ik heb al. Ik heb deze. Ja. Oh, oh my days, ik had hem! Ik had hem echt! Holy shit! Dat was bijna de beste snackpan ooit. Holy shit! Oké, focus. Maar dat was wel bijna de beste. Maat, die hadden gescoord, dat was echt op zich gepoept gewoon. Ja. Nice. Wat touch? Ja? Let's go, bro! Kom op! Heerlijk, hier, wat moeten ze dan, nerds? Hier, wat een safe. Idiot. Touch catch, you fat hobbit! Links achter! Links achter! You fat hobbit, die is nieuw. Ja, die vind ik wel goed, hè. Kijk. Is goed. Nice. Heb ik nog? Ja. Oh, wat? Nice. Let's go! Hier jongen, dat werkt zo goed bij mij als mensen salty gaan doen. Dan gaat bij mij ook een zweetknop aan. Dan ga ik ook ineens doen alsof ik het een beetje kan. Yup. Let's go. Kom op dan. Kom op dan, idiots. Wacht, helemaal even wat als even af elkaar. Ga jij maar, Ole? Ja. What the fuck? Dat is gek. Oh, lijp. Hij is goeie. Hij heeft wel goede bronnen, moet ik zeggen. Ja,
Ja, sick hè? Ik weet niet wie het is, maar respect. Ja, dat vertel ik straks wel, want dit wil ik gewoon niet op stream. Nee, begrijpelijk. Hij verdient een lintje, gast. Of zij? Ja, het is gewoon een guy die bij elke tegenstander via Fortnite of Rocket League Tracker of zo. Die gaat zoeken. Die vindt dat gewoon leuk. En die zei van, joh, ik kan dat wel elk potje voor je doen. En laat ik je wel even weten als er wat bijzonders tussen zit. Wat ik ben nu twee keer getipt. En twee keer was het, waar het gewoon alvorens het potje begon. En twee keer waren mensen die salty gingen doen. Ja, nou. Is het iemand die wij kennen? Ja. Jij kent ze. Oké. Dus dat is wel mooi. Rechtsachter? Is goed. Wel focus trouwens nog. Ja, zeker. Ja. Hij heeft. Oh my god. Wat nou? Shit, slecht schot. Ben up. 50. Nice. Lekker voor ze. Lekker! Ja. Opbouwte, jongen. Dit mocht wel gedropt worden. Ja, man. Wat een gast. Ah, ja. Ja. Ik vond Fat Hobbit wel vat, hoor. Maar nu begin je gewoon te zien dat het gewoon een shipfinger is. Maar hij is aan het huilen, weet je. Dus... Ja, man. Laat hem inderdaad maar even janken, gewoon. Wacht, altijd even de good night. Oké, te doen alsof ze Engels zijn, hè? Mooi, hè? Mooi, hè? Bro, de guy die praat heeft 88 punten. Wat een fucking idiot, hè. Echt waar. Wacht, wat? Bui. Ga maar gewoon weg. Nerds. Doei doei, dag streamstijpers. Laat allemaal even zwaaien in de chat, jongens. Even zwaaien naar de streamstijpers. En we zijn chat 2. Ik weet dat ze kijken. Dag! Doei doei! Bye bye! Kraai! Bye bye! Doei! Allemaal verzwaaien in de chat, jongens, voor deze nerdjes. Op rotten. Uit mijn stream, gast. Wegwezen. Ze hebben niks om te vertellen op school. Linksachter? Linksachter? Ja, dat is goed. Oh, die is heerlijk. Flip is het? Je hebt hem. Oh bro! Sorry, Ode, ik bump jou. Nee, oh, kut, ik mis mijn boost. Ja, dan wordt het maar gewoon even een clearance. There you go. Hij heeft het. Links naar jou. Ja, kom maar. Nice. Naar jou, Thomas. Oh, Ole. Doe het. Oh, mijn god. Kom nog, ik heb geen boost meer. Lekker. Sick, ouwe. Ja, dus de bal aangeraakt, of niet? Kijk al die handjes in de chat, jongen. Oh, wat heerlijk. Het is toch heerlijk om chipsvingers Kowlord aan te pakken. Rechtsachter? Dat is goed. Echt, oh, van die stront joggen gewoon. Heerlijk, hoor. Ja. Echt. Oeh, hey, bro. Hoppa. Ook te niet laten. Begin hem een beetje door te hebben met die rotteen. Oh mijn god. Prison 3, dat? Ja. Helemaal gek. Een half jaar op. Hup. Hop. Hop. Zo. Een 8 hier, hoor. Ja. Wel fijn dat we nu zo'n bron hebben, gast. Ja, top, ja. Hè? Dit is echt heel erg nice. Rechts? Backward? Oh ja. Nog jij? Kom maar. Is goed. Let's go! Heerlijk. Bro, ik ben warm! Eindelijk! Let's go, gast. Lekker. Oh, hè. Ik begin die flip resets gewoon te pakken en ik begin gewoon dingetjes een beetje goed in te schatten. Dit is heerlijk. Laat maar komen. Nu gaan we pas echt winnen, hoor. Linksachter. Gaan we nu pas echt winnen na 22 wins achter elkaar? Ja, man. Nee, maar nu ga ik gewoon ook echt mijn bijdrage leveren. Ik voel het gewoon. Ah, we winnen dit easy helemaal. Heerlijk. Oh. Nice. Cool. Hot. Thomas? Ik heb weinig boost, maar. Oké, ik ben klaar. Wacht eens. Heerlijk.
Dit zijn ze. Jullie zijn aan het slopen, gast. Ja, Nout. Wat's up, maatje? Leuk dat je er weer bij bent, ouwe. 2000 kijkers trouwens. Lekker, man. Thanks voor alle support, jongens. Dit is dus een serie op mijn kanaal. We gaan gewoon net zo lang livestreamen. Tenminste niet vandaag, maar er komen gewoon meerdere livestreams aan. Tot we SSL zijn. En daar voorbij. Let's go. Links achter, Thomas? Ja, dat kan. Ja. Nou, niet helemaal achter, maar wel links. Ik heb hem. Een pad, hij is hier. Ik heb. Hij is goed. Nee. Oh shit. Oh. Weer voor? Oeps. Met deze? Ja. Hij is goed. Pas op. Ik wel rechts. Ja. Naar jou weer? Oh, imagine. Oh, sick. Oh mijn god. Hij heeft. Nachter, ik heb. Ja. Nice, goed. Yes. Wat de fuck, maar reset. Ben nog achter. Cool. Wat doe ik? Ik heb weer een reset. Oh, hoi. Kut. Ja, nice. Yes. Ik heb 0. Yep. Zo, wat blijft die bal hier kut hangen, joh. Ja. Ik heb. Oh. Ups. Oh shit. Niet uit. De volgende met dat? Ja. Nice. Check. Bump. Nog een keer, Thomas? Wat? Jongen? Dat is raar. Ik heb wel. Ben rechts. Ja. Ja, Roy. Ede. Ja, kom ik niet bij. Ik heb deze wel. Ja. Nice. Goeie. Dat is goal. Denk ik, kan huizen. Hij is daar. Oh, touch. Ik heb. Ja. Nice. Goeie heb ik. Oh, je wordt tegengebumpt. Ja, man. Dat was heel lijp. Oh shit, pas op. Kut. Oh, jammer. Het scheelt echt helemaal niks. Jammer. Cap? Is goed. Ja. Speedflick gaat wel altijd 1000 keer beter met optrainen met Fennec. Ik weet niet wat het is. Wel? Ja. Fennec, of met optreden hit ik hem gewoon standaard. Ja. Het kan ook zijn dat je daar echt hard mee hebt geleerd, hè? Ja, man. Ik weet niet. Met Octane voelt het gewoon zo natuurlijk. En met die Fennec voelt het altijd zo lomp. Een speedflick. Thomas, jij? Ja. Misschien ook legit wel met Octane blijven spelen, hoor. Als dat zo doorgaat. Die flip resets gewoon ook wat beter. Ja, want dat was een beetje de issue, hè? Je kon echt geen flip resets hitten met Octane. Klopt. Dat heb ik dan weer gewoon echt wel geleerd met die Fennec. Dus misschien dat ik dan nu blijf spelen met de optreden. Al moet ik wel zeggen dat die power hits en zo had je echt. Waren echt fijn bij de Fennec, zei je altijd. Dat wel, ja. Ja. Ja, Ben. Oh, hij is daar. Thomas? Ja. Nice. Goed. Dat is goed. Helemaal de touch op hem wilde. Weg zo? Ja. Naar jou, oh, gauw. Nice. Goeie. Lekker. Ik krijg even een epic melding. Wie jij? Ja. Linksachter? Ja. Ja, is goed. Is goeie. Demoed. Ik heb hem wel. Jij, Ola, is goed. Ja. Ah, ben je bump. Oh, yo. What the fuck? Oh, dat was heel raar, Thomas. Ja. Ook wel, mid. Dit nog niet. Heb ik al. Ja. Nice. Mid touch? Ja. Oh, jammer. Dat is een goeie. Heel boos, maar. Ervoor? Ja. Heerlijk. Goeie play, boys. Goeie pass. Back voor. Dank u. Tung. Toch, die voorveer is wel lekker, hè? Ja. Welke rank? Even kijken welke rank we nu zijn. Bijna champ 3, bro. Volgens mij. Ja, champ 2 inderdaad. De visie kunnen we even niet zien. Divisie 3. Wat heeft jou geholpen goed te worden in deze game? Ja, gewoon veel spelen, man. Klinkt echt cliché, maar echt, het is legit zo.
Al twee uur lang niks verloren. Ja, klopt. Nee, Vio gaat insane. Rechtsachter? Is goed. Och, wel. Hij heeft de boost. Nice. Zo, imagine, we halen SSL zonder een game te verliezen. Het is denk ik onmogelijk, maar het zou echt insane zijn. Het zou zijn. Echt insane yep. zijn, ja. Het zou mogelijk zijn. Nice, let's go. Kunnen zijn. Alleen, je hebt natuurlijk allemaal maar... stream snipers of zo. Dat is waar. Je hebt er niet heel veel van SSL zitten, dat is zeg maar een nee. probleem. Of niet een probleem, dat is best goed, I guess. Je hebt twee guys, alleen die hebben we toen aangepakt. Yep. Ja. Zo, wat voor een play. Oh, hij backflip. Nice. Rechts. Komt-ie? Links. Oh, helaas. Lekker bro, goed schot. Yeah. Thanks bro. Heel simpel, aan het hoekje. Ja, de hoek. Ja, dat. Let's go. Ik ga. Is goed. Ja. Deze kick-offs namelijk altijd echt sterk. Kijk. Nou, top. Kick-offs doen we wel echt beter met de octane. Ja, man, dat is echt insane, gast. Kijk hoe clean deze speed flick was. Ook je 50 inderdaad, hier. Continue. Lekker. Ja. Ik ga voortaan wel gewoon... voor die kick-off daar. Ja, en gewoon even octane verkruinen inderdaad. Links achter? Ja. Is goed. Wat gebeurt er met Svenek dan, met speedflip? Is het gewoon... Ja, ik weet niet man, het gaat gewoon niet ofzo. Gewoon veel minder stabiel in ieder geval. Vooral dat. Oh shit, ja, precies. Yep. Ja. Oh ja. Ja, kom maar, drop. Ik score wel. Nee! Oh, oh shit. Bro, dat was bijna insane. Oh, die jammer. Is voorlangs, maar hij heeft... Oh, hij mist! Boost rechts. Hij zit. Oh, hij mist weer. Nice. Nul. Nice. Goeie. Komt-ie? Ja. Ja. Wat een goal. Nice. Holy heerlijk. Damn. Holy ouwe. Lekker. Goeie paas ook. Bam. Thanks. Bijna op de paal nog, hè? Eentje is trouwens op zijn dak gaan liggen, dus ik denk dat hij wel forfeit. Zo, kijk, dat is ook even trouwens allemaal. Ja. Komen we nu al gewoon over 19 seconden kunnen ze pas forfeiten. Ja. Prijs op middel. Ole? Ik heb de boost gemist. Ik heb. Ja. Nee! Oh, jammer. Die was in. Ja, die is op mij. jammer. Kut, ik kon niet meer aan de kant. Nee, ik zag het. Ik weet niks aan doen. Ja, hij gaat nu gewoon on-goals maken. Mooie goal van mij. Ja. Ah, 1 seconde kunnen ze voorzetten. Echt zachter? Is goed. Ah, wacht, ik laat even de time aflopen. Kijk eens voorzetten. Nee. Ja, oké. Okay. De goeie. Lekker hoor. Hoppakee, gek. Zo, we gaan echt fucking lekker hoor. Dit is ook gewoon tering leuk op te streamen. De tijd vliegt gewoon voorbij, man. Jezus, dat is niet normaal. Gast. Echt bizar. Gewoon na 11 uur. Nick, 10 euro. Je bent echt goed geworden. Oli en Thomas zijn ook echt super goed. Ga zo door. Dankjewel, maatje. Ik zie nu pas de dono. Zo 8 minuten geleden gebeurd. Excuses daarvoor. En Jonas, 2 euro. Yogo, tot hoe laat ben je nog live vandaag? Ja, ligt een beetje... Oh, kut. Ja, ik was de Thomas het voor deze, maar bad. Ligt een beetje aan Thomas tot hoe laat hij wil en kan. Dus... hij gaat al een half uur langer door dan dat hij eigenlijk wilde. Dus ja, sowieso... Ik kijk even... Daarvoor. Precies. Komt goed. Ik heb deze. Beat Flicky. Ja. Ja, en zoals je al zei, deze week komen er gewoon meerdere streams van dit aan. Je ziet hoe clean die kick-offs zijn. Ik win ze eigenlijk allemaal gewoon. Ja. Echt insane. Oh, heerlijk. Hoor. Hier, kan Ole er weer uit scoren. Lekker, man. Heerlijk. Goeie shit, gast. Heb je verloren vandaag of niet? Nee, man. Alles gewonnen. We hebben letterlijk alles gewonnen. Niks achter? Maar Roy, welke dag komt voor jou goed uit om te streamen? Ja, in principe mij elke dag in de week, man. YouTube is gewoon voor mij echt... Nummer uno. Nummer uno, inderdaad. Ik wil eigenlijk gewoon elke dag live. Dus weekend wordt denk ik het moeilijkste, want dan ga ik soms ook gewoon... meestal dingen doen met vrienden. Ja. Maar in principe door de weekse dagen ga ik echt proberen elke dag live houden. Sick. Ja. 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 Dat komt mooi uit. Want in het weekend heb ik meestal ook alles yes, dus dat... Ja, precies. Ja. Ik kom mooi uit. Jij gaat? Ja. Even laten zien wie beter is hier. Precies. Cap,
Is goed. Ja. Blok. Oh. Ik heb 0, ik kan wel gewoon gaan. Ja. Yes, doe dit. Nice! Lekker bro, ik zag je voor je jumpen. Gast, wat een pauper, jongen. Op. Hij zou echt mee moeten doen naar RLCS, hoor. Ja. Ja. Kijk dit, gast, doe even. rechtsachter? Is goed. Oh shit. My bad. Ik had hem niet moeten gaan, volgens mij. Cap? Volgens het originele boekje niet, maar... Yeah. Jump? Oh, jammer. Had je nou een tweede? Ja, ik had een tweede, maar hij blokte. Jammer. Oh, kut. Je moet alleen even. Hij staat daar. Daar heb ik. Goeie. Eén voor jullie, lekker. En links? Ja. Komt-ie. Oh, shit, my bad. Jammer. Of my bed. Als het bedoel ik. Ik kan dat zeggen, dat is niet jouw bed. Midden? Ja. Nice. Oh, zieke safe, hoor. Nee. Ja. Spawn alsjeblieft. What the fuck? Oh, nice. Zo. Nice. Ik ben scared, jongen. Jammer. Dat is bijna eens één. Zit er? Heb ik? Ga je nog? Oh, sorry, ik spande echt heel kut. Komt die Olin? Oh shit, ja. Rechts? Thomas? Ja. Ik ben links. Ja, nice. Rechts. En komt die nog? Oh shit, sorry. Jammer. Komt nog? Niet uit. Ja. Komt die andere guy weggepunt? Goals clear. Geen boost meer. Oh shit, nice. Hij is daar. Oh. Ja, Thomas? Goed. Dat is goed. Over mee. Oh. Ja? Fake. Nice. Okay. Oh, die man. Pinch. Sick. Oh, joh, wat? Heel leuk. Die is gek. Oh. Shit. Ik ben 18. Nope. Andere kant. Goed. Wow, nee, ik kan niet. Ik heb wel. Not bad. Die bumps, bro. Ja. Lekker. Nice. Dat is cool. Yep. Nee! Oh, damn, man. Zit hij? Sorry, is laag, maar. Nee. Ik zit alsnog. Hé, hey, we staan 2-2, what the fuck? Oh, echt? Oh, wat dan? Ja. Scoren dan. Yep. Doe het. Toch. Nee. Was? Als wat? Hey. Ik ga bijna heen. Dit is zo raar. Ja. Dat is echt heel raar, hè? Naar voren? Ja. Dat is goed. Nog een keer. Backward. Oh, wat? Is dat daar geen? 15. Pak het. Wat de hel? Crossbar. Jezus. Wauw, dit potje gek. Ik die bal er niet in. Nee. Oh. Heb ik al. Oh ja, ja. En links? Good. Ja. Nice. Vrij voor jullie? Oh, jammer. Oh, jammer. Boost op. Backpass. Ja, ik ga boost achter. Goeie. Ik heb wel. Let's go. Nice. Lekker, goeie. Let's go. Nice. Nice. Rechtsachter? Ja. Heb ik. Hey. Die blok. Heb ik ook. Tijd, ja. Goeie, hij is daar. Oh, het wel. What the fuck doet hij? Pinch. Yo, dat is één. Dat is één. No way, what? Kijk wat dit, bro. Wat is dit? Van hier? Damn. Oh mijn god. Lijp, gast. Lekker. Heel ziek. Oh, wacht, ik heb nog nice demo. En deze? Fuck. Linksachter. Zeg het je, bro, die kick-offs. Oh, jammer. Hier voor Ole. Lekker. Dank u. Zeg het je kick-offs, gast. Dat gaat echt lekker met op de ja, niet normaal, man. Yes. Ik heb een boost gemist. Goed. Oh, wel gemist, dat kan natuurlijk wel. Ook. Goeie, dat heb ik wel. Yes. Pinch. Oh. Hij is voor, pas op. Yes. Nog achter je. Rechts. Ik heb 0. Probeer maar. Hij is achter. Blok. Oh. Nice. What the fuck doen ze? Weet niet. Oh, zo. Nice. Goh.
Nice. Voor? Oké. Hè? Wat de fuck gebeurt er dan nou? Helemaal gek. Ik snap er helemaal niks meer van, hè. Hoppa, nice. Jeez, inderdaad. Winstreek van 25, volgens mij. Zo. Zo, champ 3, man. Lekker. Champ 3, divisie 1. Sick. In één avond, hè. Gaan we morgen ook? Ja hoor. Ik heb... Ja. Ik was gewoon 10 keer eerder. Die kick-off. Misschien heeft hij gewoon delayed, weet ik niet. Dit? Ja, oké. Hij is er wel. Mm-hmm. Er wel. Nice. Midden? Goed. Ja, ik ben voor. Komt nog. Nice. Goeie play. Let's go! Heerlijk. Damn, ouwe. Ik hit ineens gewoon dit soort shit. Bam. Dat is toch twee, man. Ja. Of het nieuwe account. Ik snap het niet, maar het werkt gewoon. Rechtsachter. Fucking goeie. Ja. Oh, ze missen. Oh shit. Wat dit? Uit moeite. Ja. Lekker. Nice. 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 Oh, ik... Pas op. Ik land op jou. Ja. En voor? Pinch. Hij heeft. Oh. Left. Links. Zo, wat ben ik aan het doen? Dat was heel dom. Oh, pas op. Oh, ja, dat heb ik niet verwacht, ouwe. Het was alleen maar bumps en rare ballen of zo. Ja, ongelooflijk. Ja, want hier werd jij volgens mij gebumpt of zo. Wat gebeurde hier nou? Ja. Ja, ja, wacht, ik ga wel. Ja, is goed. Oh, nu verneuk ik het. Wauw. Maakt niet uit. Wel. Oh, lekker. Oh, kan niet. Ik heb nog. Ja. Dat is goed. Nice. Ik heb wel nul boost, maar ik pak een achterboost. Nice, pinch. Zo, heb ik al. Ja. Oh, nice, ik heb al. Ja. Heb ik hem? Pimp. Ja. Goeie. Lekker, boys. De eerlijke gast. Sick. Die dubbels, Roy, heel sick. Dankjewel, Abdul. Ja, ik ben ook wel blij mee, man. Echt lekker. Linksachter? Ja. Jij? Nice. Oh. Heb jij die? Ja, is goed. Ah, hij komt wel. Nice. Dat is over hem, misschien? Dat is heel awkward voor hem. Ja. Yep. Wat de hel. Oh, daar kom ik nooit bij, man. Maakt niet uit. Nice. Nice, lekker. Hij is eerder. Nice. Ik ben voor. Ik heb wel. Lekker, nice, bro. Lekker. Sick, gast. Heerlijk. Lekker. Dit wordt echt eng. Zo. Ik blijf staan. Is goed. Ja. Komt hij op de muur? Nice. Cap. Ja. Red. Lock. Komt naar jou. Oh, nice. Fucking 50. Cap. Cap. Ja. Oh, hij is daar. Ja, Thomas. Oh, ik moest even midpush. Cap nog. Ja. Naar jou. Ja. Naar rechts. Hij is daar. Kut. Nup. Kobe, jongen. Oh, oh jammer. Geen demo? Hij ook. Nice. Hoppa. Lekker. Oh, wat wordt dat? Spannend hier. Ja, lekker. Lekker. Nog een keer? Ja. Dit wordt een banger. Yep. Ja. Wat wel. Van de mij, Thomas. Nog één naar links. Ja, perfect. Nice. Ik ben rechts. Nou, slechte bal van mij. Hij is daar. Maakt niet uit. Ik heb 0 achter. Ach, ik heb wel rechts achter pakken. Ik heb zijn boost. Links. Komt ie? Oh, die is dus in. Lekker. Mijn goal. Oh, dat dachten we. Nice, ze zijn geforfeit. Lekker. Lekker. Huh? Oh, eentje is al geliefd. Oh, geliefd. Zo. Doei. Nice. Ah, het gewoon nog een potje. Let's go! Zo. Fuck je lijp, ouwe. Echt fuck je lijp, dit. Rechtsachter. Is goed. Ja. Eentje staat stil. Terwijl. Ja. Mag ik zo achterboost gewoon. Hij is low. Dat is goed.
gehaald. Nice. Dat is één, denk ik. Oh, wat safe. Cap. Oh, die had ik gemist. Nice. Pum. En voor? Nice. Ja, nog één. Sick. Oh, oh, wat een safe, man. Dat is een goeie. Hij is daar. Jij ook over mij. Hoi. Neem mee terug, dat heb ik. Ja. Ja, oh. Wow, what the fuck, ik stal. Hoe spant zo als het goed is. Ik heb hem niet. Kut. Heb ik al? Ja. Ik heb hem. Kan aan mij, kan aan mij rechts. Ja. Ja. Oh. Gast, wat de hel ben ik aan het doen, bro? Let's go, gast. 122. Holy fuck, gast. Ik ben echt zo lui bezig. Kijk dit. Ding. Let's go, ouwe. Ik kan het beter raken dan dit. Wat de pauper, jongen. Ga tweede? Is goed. Thanks, chat. Waardeer je, man. Het is echt een heerlijke stream. Gewoon positieve chat. Ja, man. Alles winnen. Okay. Nog één? Ja, lukt helaas niet. Oh, ja. Oh, what the fuck? Thomas, jongen. Is ook goed. Oh, lekker, Ole. Dank u. Wat de fuck was dat? Geen idee. Ik ga. Is goed. Niks achter. Bro. Nice. Oh. Nice. Oeh. Lekker gast, let's go. Goeie. Zo. Oh, mooi dit, Thomas. Ik ga niet eens door dat je op de laatste nog die flippers hebt eten. Maar lekker, man. Heerlijk. Jij gaat, Thomas? Is goed. Allemaal. Oh nee, alleen Thomas heeft geen assist. Dat was bijna 1-1-1-1-1-1. Oh ja. Serieus? Ja, man. Oh ja, what the fuck? Ah, ik moet een assist maken, dus. Ja, maar dan alsnog maar heeft één iemand weer een goal erbij. Ja. Oh ja. Nou, dan moet het 2-2-2. Ah, oh, dat kan ook niet meer. Trouwens, dat zo. Dat is een goal. Lekker, Ole. Forfeit, 3-2. Dan zijn we aan het pieken met z'n drieën, gast. We zijn nu alle drie pieking. Dat is echt heel gevaarlijk, hoor. Kijk dan, wat doe jij allemaal? Dit is belachelijk. Spider-Man, gast. Belachelijk, ja, echt. Spider-Man. Linksachter. Spider-Man. Ja. Ja. Ah, nog één goal is een forfeit, ik voel het. Oh, nice. Oh shit. Niet voor hun. Hij mist. 3-2. Naast. Ja. Wat? Pump. Waar is dan? Fake. Backflip. Backflip, lekker. Pick. Zie je op. Ah, zie je op. Lekker, hij is er. Zit nog niet. Eén daar, één daar. Kan er niks mee, toch? Ik wou ook de boost draaien. Sorry. Sorry, Ed. Ik ga. Oh, my bad. En achter je. Oh, oh. Die had ik gehad. Sorry. Wat doen ze? Wat allemaal doen? Wat doen zij inderdaad, bro? Zijn mensen echt ziek hard aan het shitten, gast? Hoeveel ze winnen is dit? What the fuck, ja, man. 26, 27. Hebben ze vandaag een potje verloren? Nee, Hicham. We hebben gewoon geen enkel potje verloren, hoor. Bizar. Yes! Oké, nog één, nog één, nog één. Nog één. Juf. Lekker, bro. Zo. Echt insane, hoor. Fuck me lijf. Niek 5 euro, jouw maat, hoe was Frankrijk en wanneer een snackpannetje? Frankrijk was geweldig, man. Frankrijk was echt geweldig. En wanneer een snackpannetje bedoel je dan weer GTA Races? Binnenkort weer sowieso. Let's go, maat. Oké, dit is wel mijn laatste. Yo, school, niks achter. Yo, goed eindigen dan. Daar is het. Zo, waarom ging die tweede man voor de kick-off? Goal, 3-2-1. Ole. Nee. Kut. Choke. Wat was dat ziek, ouwe. Heb ik? Oh, maar dat. Maar niet uit. Ik ben nog achter. En mijn is daar. Hij zit. Touch. Oh, oh mijn god. Zo, ik bewoog helemaal mee in de stoel. Nee, oké je dat? Ik kan helemaal de stoel mee weer. Niks achter? Jo. Back left. Nice. Nice.
Oh, ze gaan met z'n drieën, jij? Heb ik nog. Ja. Naar jou? Ja. Op blok. Twee up gegaan. Rechts midden. Wat is daar? Oké, die moest met ons. Goed. Ik probeer te blokken dan. Voren. Ja. Naar jou? Ja, weer voor. Wow, de play was wel heerlijk, bro. De play was echt wel heerlijk. En linksachter? Ja. Goed, jong. Hij is goed, ja. Toch. Oh, jongen. Ga wel. Over me. Pick. Ja. Hij is goed. Ja. Oh, shit, oh. My bad. Heb ik al? Pinch? Oh, nice. Shit. Hij is er. Hij ja. Heb je nog? Oh, oh ja. Nog. Zo, lijpe goal explosie. Wat is dit dan? Dat is irritant. Ken? Is goed. Nice. Hij is daar. Kip. Waar ben je? Links trouwens. Ja. Bij rechts. Goeie. Ja. Ben bumped. Midden. Heb ik. Had ik dat? Ja, dat is goed. Ja. Nice. Over hem. Dat is goed. Hij heeft hem. Hij mist. Oh. Blok. Let's go. Oh. Wat? Wat is dat, bro? Ik dacht dat hij al zat. Ja. Blok. Nice. Nul boost, maar. Ga dan. En voor? Eén touch. Oh. Oh, sorry Thomas. Oh, ja. Dat jullie bijna scoorden, bro. Ja, tijd. Ja, ik heb weinig nice boost. Ik kan alleen dit doen. Heb ik al? Links? Ja, links. En voor? Ja, nog één. Touch over hem heen. Hij mist. Oh, oh fuck, ze staan achter. Holy shit. Ja, ik heb hem. Hij is top. Hij is daar. Nice. Jij Thomas? Ja, hij touch. Ik heb hem. Ik al? Oh, jij. Oh, shit. Oh, wat heb je nog? Ik ben nog tijd, ik ben nog tijd. Ja. Ik heb wel 0. Rechts achter. Ik heb 100 nu, heb ik al. Nice. Touch. Rechts. Goed, één keer rechts. Ik heb wel. Lekker als een. Oh, jij? Damn. Bizar. Ik heb wel. Nice. Oh, misschien. Jump. Let's go! Nice. Oh, Roy. Lekker speed, bro. Heerlijk. Let's go, gast. De speed met deze jump. Oh. Ja, heerlijk. Clean. Let's go. Ik ga tweede. Is goed. Ja, rechts. Ik heb wel. En voor? Ja, fijn. Over hem. Tik op. Twee. Ik ben linksachter. Hard. Ik heb wel. Backboard. Ja, nog één. Is goed. Ik laat het klappen. Ik laat het. Ja. Lekker! Heerlijk, gast. Wat vind ik ook. Ja, nice. Ik weet niet wat ze deden. Ik ga. Is goed. Ja. Nice. Let's go. Ik heb wel. Naar rechts. Ah, mist. Kom naar jou, Roy. Oh, wat? Zo, wat? Lamp op mij. Tijd. Nice. Lekker. En nog mee. Lekker. Goeie. Klaarie. Heerlijk, hè? Ja, als jij wil, Ole, kunnen wij nog wel even duo's doen op dit account? Ja, ik kan wel even. Ik ga niet al te langer, maar... Tijd. GG's. GG's, gast. En thanks dat je nog een half uurtje langer wilde, man. Uiteindelijk zelfs drie kwartier langer. Thanks, bro. Geen dank. En, het was echt insane. Ja, man. En voor de chat dus. We eindigen voor vandaag. 3 vs 3 op Champ 3, Divisie 3. Maar ja, morgen gaan we gewoon weer zo'n livestream doen. Ik ga dan nu nog even een paar games... Ook een hele lange. ...gewoon poelen met Ole. Dus ja, man. We gaan gewoon net zo lang deze livestream doen. Of deze livestreams doen. Totdat we SSL zijn. En zelfs dan gaan we waarschijnlijk door. Dan wil ik echt gewoon naar, naar echt lijp niveau inderdaad. Zodat we 28. Gewoon een landtoernooi mee kunnen doen. Hoe sick zou dat zijn, gast? Ik zou je nog iets ziekers vertellen. Hoe lijp zou het zijn? Stel, het wordt allemaal lastig om, weet ik veel, geïnviteerd te worden voor zulke evenementen. Bro, dan organiseer ik toch zelf zo'n evenement met focus. Ja, dat kan ook gewoon nog. Ja, het zit me geen rol. Dat krijg ik toch wel voor elkaar, weet je wel. Ik heb ook mijn eigen theatershows gedaan. Nou, dan gaat een eigen Rocket League toernooi... live op locatie gaat ook wel lukken, hoor.
Daarom. Dus, 28 winstreek trouwens. Zo, heerlijk. Fucking lijp, ouwe. Hey boys, GG's en succes met Toes. Was leuk. Yes. Ja, was leuk, man. Tot morgen. Yes. Yo, later. Later, tot morgen, later. Yo. Hey, let's go. Ja, let's go, man. Ja, ik ben dus benieuwd, want we zijn nu op Tristan dus, nou ja, gewoon wel een rankje, zeg maar. En dan word je dan duo's automatisch ook al gelijk wat echt moeilijker gegooid? Nee, of is dat echt compleet los van elkaar? Ja, dat is compleet los, dus je begint weer hoe wij begonnen op Dries. Okay. Nou ja, laten we dan gewoon lekker zweten en dan kijken of er... Oh bro, ik had bijna echt insane shies git in de freeplay. Ik zag Fuck, gast! Ik heb gezet dubbel. Ja man! Die had ik 100% git. Echt zachter? Ja, is goed. Ah, ze kunnen het trouwens, ja. Dat is waar, trouwens. Een beetje in de 3's vibe. Ja. Jong. Kunnen ze ook weer bumpen. Ja, echt. Och. Dat is wel beter. Nou, en ja, man, overal zijn mensen wel zeg maar beter in 2's dan in 3's. Dus... Ja, misschien dat we wel sneller gewoon hoog worden geplaatst op duo's, weet je. Gewoon alle scoren wat we scoren kunnen en dan zullen ze echt wel snel leven. Yep. Denk ik, is mijn verwachting. Heb deze? Ja. Oh, kut. Jammer. Rondje op het veld. Ja. Nice. Pinch. Oh, jammer. Oh, jammer. We hadden allebei hetzelfde. Dat is goed. Ja, heel mooi. Heel mooi, gast. Nee, maar oprecht, ouwe. Stel dat het allemaal moeilijk is met Benelux, Rocket League, competitive, ja. Om daarvoor geïnviteerd te worden ofzo. Ja, kan ik ja ook het nog, zijn gewoon open kwals die daarvoor moet doen. Maar ja, geen idee. Moet wat lukken, denk ik. Ja, ja, zo werkt. Gaan we doen. Dat is wel lijp. Zo, dat zal echt lijpe content zijn, gast. Ja. Zo. Hoppa. Met je boertje erbij. Nou, eentje is al verliefd. Oh, echt? Oh. Nee. Hij ook al. Lekker. Als hij echt zo blijft staan, blijft niet stilstaan. Kut. Jammer. Oh, daar gaat hij. Graaf Marple Flyer, hoor. Ja. Ik laat hem schieten. Oh. Wat goed. Oh, oh jammer. Je had nog een keer een flik, hè? Ja. Yep. Ja, lekker. Nice. Tjo, wat een balcontrole heb jij, gast. Dat is echt niet normaal. Dat is echt niet normaal, man. Dank u. Ja, double XP, dat is wel nice. Maar al denk ik serieus, ja, wat vind jij? Want jij, als ik het iemand kan vragen, ben jij het wel. Wat, waar vind jij me tot nu toe beter mee spelen? Met die Fennec of met de Octane? Ik denk wel met de Octane, man. Wel, hè? Ja. Ik denk het ook, ouwe. Ja. Misschien heb je een goede dag of zo, maar als je er meer mee gaat spelen, dan zien we het vanzelf wel. Precies. Eens achter. Tijmen, thanks voor de sub, bro. Ja. Nou, deze mensen zijn weer echt stront. Ja, we moeten hier gewoon even zo snel mogelijk doorheen. Ja, precies. Eens achter. Ja, is goed. Ah, ja, gaat half voor de kick-off. Ja, precies. Nee. Dit niveau is dat gewoon... Nog één? Mhm. Lekker. Goed.
Wat doe jij allemaal? Het is. Ja, lekker. Is goeie. Ja joh, we zijn achteruit. Dat kan ook. Kan je achteruit dribbelen? Nee. Dus ik denk zal ik het zo proberen? Al doe het. Lekker. Let's go. Net niet helemaal hoe ik hem wilde. Ik wilde eigenlijk op de grond van mijn auto. Ja, je moet hem zien te timen. Dat je die tweede touch ook nog krijgt. Precies. Als je het steeds vaker doet, dan moet het wel goed komen. Ja. Oh, wat een save. Oh, wat de hel! Wat een save, hou van de NPC. Zal ik eens kijken? Ik kan een drift dribbel. Oh, ik ben dood. Zo! Wat achteruit dribbelen. Savage gast. Ja. Oh. Wat gekikt van AFK die guy. Oh. Oh, als je bijna nog. Wat? Ik wil zeggen, als je bijna nog gesaved. Nee, ik stel hem gewoon. Ja, precies, ja. Jij hebt bigger plans, ja? Roy, waar kan je dat petje vandaan halen? Ja, Lies. Heel goede vraag. Royalist.nl, jongens. Ga checken. Sowieso. Het is oprecht echt een fucking fijne pet, man. Draag hem zo van. Ja? Ja. Nou, ik moet zeggen, als ik... ik weet niet. Ik weet niet wat ik van petten moet vinden. Het is wel chill of zo, maar soms... Nee. Ja, ik was ook nooit een petten guy, man. Maar toen op een gegeven moment... probeerde ik het gewoon een keer. Van Tommy Hilfiger petjes zijn ook echt fucking nice. Eigenlijk wel relaxed, man. Ja, ik heb ook wel petjes, maar het zijn meer van die die je draagt op vakantie of zo. Ja, precies. Of wanneer je te lui bent om je haar te doen, zeg maar zo. Ja, dat is mijn royalist pet in principe ook. Oh, ik choke. Dat is ook de, ik ben te lui om mijn haar te doen. Ja, precies. Oh, heerlijk. Van hij weg, je bent echt veel beter geworden, thank you. Thanks, Flip. Jip, sorry. Oh. Flip, jip. Flip in de jip. Ja. Oh, ik zie jou. Oh, jammer. Nee. Jammer, joh. Wat is dit niveau, jongen? Ja, echt. We proberen hem nog aan te raken, maar ja, wel. Zo. Wat voor arrow gebruik ik? Ik gebruik de normale arrow, man. Ik gebruik niet arrow left en right. Ja, ik gebruik de normale arrow. Ik raad het wel aan als je echt beter wil worden. Ja, ik weet het, man. Maar ik heb wel eens gehoord dat echt zo'n lijpe pro ook gewoon nog steeds de standaard arrow gebruikt. Dus ja, op zich. Zeker waar, moet maar het dat zijn er niet veel. Zijn. Nee, no. Dat zijn er maar drie. Net zoals dat ze ook met Fortnite zeiden, je kan alleen echt pro worden als je met toetsenbord en muis gaat spelen. Maar de allerlijpste pro die ik ken, Faze Sway, is gewoon een controller player, weet je wel. Ja. En dan denk ik van ja, het is dus wel mogelijk. Wat dat betreft kan het een beetje koppig zijn. Maar het is inderdaad makkelijker met met L1 en R1 volgens mij. Left arrow en... Kijk, weet je wat het probleem is? Stel jij speelt heel lang met dat normale arrow. Mhm. Wacht even scoren. Kut. Weer mijn derde. Ja. Maar als jij dan beter wordt met je normale arrow, dan wordt het alleen maar lastiger om ook nog right en left aan te leren. Ja. Dus eigenlijk wil je er zo snel mogelijk mee beginnen, anders is het echt te veel wennen. True that. Je moet kijken wat je zelf wil doen. Misschien dat ik het wel van een dagje ga proberen en dan gewoon even kijken hoe dat is. Ja. Klaar. Ah, je weet hoe Rocklick is, het is gebeurd. Nooit echt een dagje proberen. Waarschijnlijk ga je niet de lucht in komen met dat. Dat is waar. Eerst van van uren nodig. Yep. Ik vind het altijd wel leuk, gewoon content creators die gewoon dedicated zijn bij een game. Net zoals jij. En dat heb ik ook met Duncan. Yeah. Ja. Die hebben gewoon, weet je, die willen gewoon beter worden. Ja, maar 100%. Dat is 100% en zeker nu je gewoon met
Thomas, die heb je nog meer, Dieuwe en zo. Mm-hmm. En dan heb je nu ook nog mij, weet je. Je maakt er gewoon, ja, als je toch met ons speelt, waarom niet, weet je wel? Ja, pak je leuk, hoor. Respect voor. Oh, thanks, man. Ik hoor. Wil je hem nou weer te stelen? Nee, deze keer niet. Kijk, dit soort dingen, dat gaat echt al veel beter, man. Mijn car control en zo. Ja, ik. Nice. Oh, vandaag ben je echt lekker aan het spelen. Thanks, man. En ik denk als we gewoon echt 5 keer per week dit soort streams gaan doen, 4-5 keer per week, nou, dan wordt het gewoon insane, hoor. Er speel ik wel heel veel op, klik trouwens. Godverdomme. Ja, ik ben echt down om het te doen, man. Ja. Leuk. Kijk, ze zeggen lief, lekker. Top. Het werkt wel, gewoon veel scoren en liefst vanzelf. Ja, precies. Oh, ah, één guy dan. God. Zelf het één zo'n joch, wat blijft dan. Ja, man. Blijf gewoon lekker scoren en dan gaan ze vanzelf ook horen. Zou je zeggen. Dat. Zeker, broski. Lekker genieten van je stream. Leuk op te horen, Xander. Thanks, maatje. Oh, ja. Moest ik zo erg op het puntje van mijn auto raken, wilde ik een engel krijgen. Ja, dat is dan weer makkelijker met arrow right of left, hè? Ja? Dan hoef je, ja, kijk het verschil, ik hoef alleen... Oh, je kan ook sneller je auto draaien, gewoon oprecht. Ja, want jij moet hem helemaal naar achter kantelen. Dat hoef ik bijna niet te doen. Ja, oké, dus het is legit ook wel een mechanical advantage, als het ware. Ja. Ja, dan, wat dat betreft is het dan misschien wel legit handig om te doen, hoor. Ja, nou, je kan het altijd proberen. En als het echt niet lukt, dan... weet je wat het is? Je kan hem gewoon gebind hebben. Mm-hmm. En dan doe je het gewoon wanneer het even lekker voelt. Dan ga je het gewoon proberen. En dan hou je nog steeds gewoon je normale arrow. Zodat je gewoon nog steeds je normale shit kan doen. Oh ja. En dan... dan doe je een training alleen bijvoorbeeld. Alleen ding is dat ik mijn normale arrow nu op L1 heb staan. Dat is prima. Wat heb je op R1 dan? Op R1 heb ik nu niks. Of een scoreboard trouwens. Ja, die kan je op share zetten. Scoreboard. Ja, dat is waar. Die R1 vrij. Want ik heb arrow right ook op R1 en dan L1 heb ik left. En voor de rest gewoon default controls. Ja. Ja, maar normaal gesproken zou je dan moeten zeggen arrow left op L1 toch? En arrow right op R1. Ja, dan begin je gewoon met right. Maar je hoeft eigenlijk in principe ook maar eentje. Ik heb gewoon alle twee, omdat ik weet niet. Pinch. Oh, lijp. Die was wel heel ziek. Ja, dat was lekker. Maar ja, je kan gewoon... Heel veel mensen hebben er gewoon eentje, hoor. En het maakt ook niet heel veel uit of je nou... left op R1 hebt. Van een bind. Ja, precies. Klinkt misschien raar in je hoofd, maar het is... Nee, maar ja, sowieso goed om te... Om te doen, want scoreboard uitzetten vanaf R1 naar... Oh, jammer. Scoreboard uitzetten van R1 naar... Share. Naar share, dat is gewoon prima, weet je. Dat is helemaal geen ingrijpende scheis. Nope. Als ik dan arrow right heb, kan ik in ieder geval oefenen met eentje. Yep. Ja, dan bijvoorbeeld een training voor je game ga je dan even kutten met R1. Of met je arrow right. Ja. En dan doe je in game, kan je gewoon je shit doen. En wanneer je confident genoeg bent, gebruik je het in de game. Oh! Die zijn altijd lastig, jongen. Ja, man. Ik probeer dit soort dingen dus wel van jullie gewoon af te kijken. Voor wat voor soort shots je kan gaan en zo. Ja, en daardoor serieus heel veel doen. Engels geleerd, man. Yep. Dat is wel nice. Oh, zo. Maar deze guy ook gewoon niet lief, dat begrijp ik gewoon niet. Dit zijn van die potjes dat je R1 kan gebruiken. Ja, echt, hè? Oh, kut, ik ben 7. Maar ja, man. Geen probleem dat je scoort. Ja, echt, hè? Wacht, ik zal het nu even doen. Change bindings, arrow right. Hier zo, arrow right op R1. En dan ga ik scoreboard op deze knop zetten. De replay knop. Ja, terecht. Oké, even arrow right. Wat de pauper is dat dan? Oh. Je hoeft niet meer... Ja, je stick ook. Maar je stick moet naar linksboven. Wil je een tornado spinnen?
Raar, het is echt zo raar. Ja, ik snap er echt even helemaal niks van. Maar het idee is dus dat je dan alleen naar rechts ermee airrolt, als het ware. Ja. Dat is het idee. Zo, hier, wacht. Kijk eens naar mij. Kijk, deze beweging wil je hebben. Deze. Oh, ja, en dan doe je je stick naar linksboven. Je linker stick. En weet je wat je nu ook kan doen? Oh, is dit. Je kan stalen. Weet je wat dat is? Nee. Oh, dat is voor de volgende les, man. Nee. Maar dat sprookje bewaar ik voor de volgende keer. Van de sprookjesboom vibes aan. Ja, dat wel. Ja, ik kan heel veel. Oh ja, ik kan nu ook half flip, dus je kunt shit inderdaad. Dat is heel makkelijk. Is het makkelijker? Ja. Want eigenlijk backflip je alleen en hou je je stick naar... Wacht even, dan moet ik eens zo doen. Kut. Mooi goal. Hey, je stick hou je naar... Die trek je van linksboven naar linksonder. Linksboven naar linksonder, tijdens dat je backflipt. Ja, en dan hou je ook nog R1 ingedrukt. Dat is vooruitflip. Oh, dat is raar. Ja, je moet eerst backflippen en dan doe je die beweging, zeg maar. Voordat je... Oh ja. Ja, ja. Probeer jij maar. Ik kan wel op. Ik was steeds die bal. Oh ja. Dan moet ik het even flip doen. Ja, volgens mij wel. Want je moet wel volwaardig backflippen, toch? Gewoon. Ja. Ja, precies. Nee, ja, ik ga het wel gewoon een beetje oefenen, man. Maar die, Ja, is prima. Uit, scheis, het is wel lastig, man. Ja, dat is raar, maar... Ja, het is echt even heel erg wennen, gewoon. Roy, focus ding, decal public binnenkort. Ja, ik ga wel even een leuke actie bedenken, hoe we dat kunnen doen. Misschien wel lachen. Ga je dezelfde doen, of ga je een andere maken? Oh, misschien fuck, is het leuk om een beetje... Oh, ik heb ook een replay, Shais, ermee gefined bij Barwacht. Oh, dat maakt niet uit. Dat is save replay, helemaal onderaan. Save replay, oké. Ja, waarop zou ik die dan zetten, save replay? Heb je dat ook ergens niet, op? Het hoeft niet. Dan moet je driehoekje. 7 en dan... replay. Ja, dan is die gewoon weg. Uit. Ja. Yes. Want je kan na de game kan je de replay gaan opslaan. Ja, precies. En ook nog via Bakkersmod kan je alle replays zelf op laten slaan. Echt? Ja. Dat heb ik altijd. Ik vergeet het altijd. Nice. Goeie. Oh. Boom. Oh. Oké. Okay. Echt zachter? Dat daar is werkt wel niet met deze gasten. Gaan we nog iets proberen? Hier heb je het. Ja, nice. Oh, jammer. Midden? Oh shit. Wat je ook kan doen, kan ik straks wel in... een Discord sturen naar je, is zo'n ringsmap. Ja. En dan moet je door ringen heen vliegen. Ja. En dan kan je je R-roll oefenen ook. Oh, dat is wel lijp, ouwe. Ja. Dat is serieus geen slechte. Een custom mappie. Oh, daar gaan we boost. Oh, sorry. Ja. Op een missie. Och, jammer. Hoe had ik hem niet? Hè? Je hebt 2 wielen. Dat moeten er 4 zijn. Zo, een knoepert van een bal, gek. Hé, hey, hij zit gewoon zit in. Ook gewoon. Nice. Oh, lekker. Ze spelen nu ongeveer tegen het niveau wat ik was voor ik mijn PC had. Nice. Nice. Ze zijn eerst voor Rocket League al, trouwens. Ja, wel echt sinds 2015 gewoon. Oh, ook al? Oh, ja. Auw. Lekker man. De Xbox One was dat toen. Oh,
Wat had je YouTube deed? Wanneer ben je begonnen met YouTube? November 2015. Oh, dat was echt net. Ja. Oh, jammer. Volgens mij had ik een flip van jou. Ja, dat zou je goed kennen, ja. Alright. Come on. Ja hoor. Let's go. Oh yeah. Zat er morgen op je planning? Hoppa. Morgen focus drink komt dan wel. Oeh. Ergens indoor gaan we klimmen volgens mij is het idee. Oh. Ja. Met Raymond van Barneveld. Ja, echt hè. Dat zou het zijn, gast. Dus ja, dat wordt wel lachen. Dus. Ja. En jij dan? ja, echt hetzelfde als vandaag weer. Gewoon scrims en dat soort. Ja, lekker man. Ja, dat wordt nu een beetje mijn dagelijkse routine weer. Ja, snap ik gast. Gewoon volle bak gas geven. Voorbereidingen voor je competitive chassis. Lijp hoor. Echt lijp. Ja, en misschien, ik weet niet. Ik wil een beetje content, maar geen idee. Ik ben zo lui, zegt abnormaal. Ja, ben je lui? Ja. voor andere mensen wil ik wel prima shit doen. Want dan heb je de druk dat je het moet doen, zeg maar. Maar als ik aan mezelf shit moet gaan doen, dan is het... dan is het basta. Ja, nou, misschien komt het nog toch. Ja, wat er niet is, kan altijd nog komen. Dat is zeker waar. Zo. Het heet gebumpt door die nerd, hè? Wat doet hij? Geen idee. Een scherp. Ja, wat een guy. Wat gebeurt er allemaal? Gast! Hij is mij letterlijk alleen aan het beuken, die gast. Dat is het enige wat hij aan het doen is. Ik snap er echt geen reet van, hoor. Wat goed. Gast Oli, wij zijn familie, denk. Die doet ook helemaal geen reet. Ja. Lekker man. Ja, gast. En een beetje ingerold, hè. Mijn opleiding ging niet heel lekker. Ja. Ik ben knap gegaan, dus ja, wat moet je doen op een dag? Ja, nou ja. Die krijgt aardig geloon, moet ik zeggen. Ja. Zo lekker bezig. Heb jij al een beetje prijsgeld gepakt dan met Rocket League? Bijna 50k. Hm? Zo, sick gast. Yes. En is dat dan allemaal belastingvrij? Of moet je daar dan nog over belasting over vragen? Dat is nog geen belastingvrij, kan ik jou vertellen. Oh. Gaar eigenlijk, hè? Ja. Ben je gewoon prijzen geld? Moet je daar nog belasting over betalen? Wat een onzin. Maar hetzelfde met loterijen. Dus dan win je niet belastingvrij 2 miljoen. Je kan nog steeds 1 miljoen inleveren of zo. Ja, volgens mij bij de staatsloterij is het wel belastingvrij, toch? Ja, deze puntloterij waar het, waar het belastingvrij is. Maar bijvoorbeeld ook Booga, die had die dingen gewonnen, toch? De... Ja, 3 miljoen dollar. Zo ja, ik denk dat hij daar 1 miljoen voor heeft moeten inleveren of zo. Ja, dat is belachelijk. Want mijn prijsgeld gaat ook via Epic. Dus ik denk dat het gewoon hetzelfde werkt bij hem. Ja. Mijn goal weer. Jammer, joh. Ja. Jorgo, je ziet wel echt dat je veel bent geïmproved. Thanks Nero, waardeer ik al. Ja, ze hebben het ook door. Dat is ja. Fijn. Ja, is leuk. Het is wel eens anders geweest in de chat, moet ik zeggen. Ja, ik heb het op TikTok voorbij zien komen. Ja. Oh ja, haters blijven haters. Zo is het al. Oeh. Dan met zijn scarab. Wat de hel? Ja. Moet jij niet scarab gaan menen? Ja, echt hè? Dat is lekker. Och, wauw. Je gaat dood. Oh, kut. Zo. Oh, kijk even. Weer die guy, hè?
zeg het je. Pak hem, boy, pak hem. Die guy is echt insane. Ja man, hij is er klaar. Hij is die voor mij. Oh mijn god. Oh, ik zit net tegen de paal aan, die guy. Dat kan echt zo weinig. Draag heeft een stem vervormen. Waarom denkt iedereen dat? Ja, denken weer mensen dan. Derde keer dat ik het voorbij zie komen. Nee, niet. Ja. Ik kan er wel eentje aanzetten. Laten we dat maar niet doen. Nee. Welke rank is dit? Ja, dit zeg je rank... Zilver of zo. Ja. Ja, ik laat hem. Oh. Nice. Oh. Imagine, je krijgt daar nog een reset van. Ja, echt ja. Hè? Zo, ja. Ik zag hem. Ja. Een poging tot dan. Ik weet niet wat ze allemaal gaan doen. Oh. Oh. Een tip. Dubbel? Of flip? Oh. Oh. Je had hem wel. Ik had hem wel, ja. Wat schijnbaar ook werkt, is... ik denk dat jouw gas toch gewoon R2 is. Ja. Als jij die loslaat tijdens... Ja, wanneer jij je flip aan het pakken bent... Dan schijn je dichter bij de bal te blijven. Echt? Oh, ja. Dus als jij gewoon onder de bal komt, dan... Ja. Oh, kut. Dan R2 los. En dan zodra je flip hebt, dan kan je gewoon weer R2 drukken. Oh, what the fuck? Oké. Okay. Dat kan ik eens proberen. Dus geen gas geven op het moment dat je van de muur afspringt, basically. Dus daar komt eigenlijk een beetje op neer. Ja, dat kan wel, maar gewoon wanneer je je flip pakt. Ja. Dus wanneer jij dus met wanneer vier wielen er tegenaan wil beuken, dan hou je gas los. Ja. Nee, dat is een goede tip. En gewoon hier, zo. Hop. En dan blijf je dichtbij. Pinch. Ja. Lekker. Lekker. Boom. Hoppa. Hoe werkt dat eigenlijk met YouTube? Want je hebt donaties gewoon. Ja. Heb je ook nog... Ik weet niet, ik zie allemaal hele rare kleurtjes in je chat en zo. Ja, dat is sponsoren. Dus je kan ook nog sponsor worden. Dan betaal je een bedrag per maand. En dan krijg je dus een vinkje in de chat. Of tenminste, je krijgt dan speciale emoties. Hè. Ja, dat is best wel vet. Gewoon net zoals op Twitch. Ja. Ik dacht dat ze allemaal creators of zo vinden. Oh, nee. Nee, ik heb inderdaad gewoon gefixt dat je een vinkje krijgt als je sponsor wordt. Dat is mijn sponsor-icoontje. Oh. Ah, dat kan je zelf aanpassen ook op Twitch. Ja. Zeg maar. Ah, oké, dat is wel vet. Oh, doe het. Oh! Dat is goed, ik hem wel. Jammer. Jammer. De stem van buurman naar buurman. Oké, die vind ik wel accurate. Die is wel accurate, ja. Die is echt heel mooi, ja. Oh, top. Oh, kut. Oh, god. Oh, jezus. Zal ik echt leuk ophouden. Zo. Jammer. Laat play. Laat play. Gooi de aaientoon. Na. Oh. Niet! Oh my god. Fucking my. Hell, ouwe. Oh my god. Danis, man. Zo, de tweede keer. Jongen. Rechts achter? Ja. Oh, ja, niemand gaat. Nee, precies. Njom. De piep. Die hebben we niet, of wel? Jawel. Oh wel. Maar ik had geen boost. Dan zou ik wel iets kunnen proberen. Wacht, kan je zo nog eens een keer flippen? Dat probeer ik wel. Kijk hoe het doet. Mhm, ja, gaan we nu wel? Ja.
Nou, werk. Maar wat ik zie... Ja. Is kijk hier, als je de flip hebt, dan probeer je eerst je auto weer recht te doen. Ja. Maar als je nou gewoon zo blijft, hoe je je flip reset doet, dan kost dat minder tijd en dan blijf je dichter bij de bal. Oh, sick. Oké. Okay. Dus als jij gewoon ondersteboven blijft vliegen... Ja. Dan hoef jij niet helemaal te draaien. Ja, ga het eens proberen. Oh, ik werd gebund door die paardert. God. Wat een guy, jongen. Die gozer, echt. Die heeft me echt een hele potje lang gebumpt. Kijk, ja, maar hij verliest wel 11-2. Ja, dat is wel een paar voor hem, ja. Wat een gek. Oh. Hoppa. Lekker. Mannen spelen graan 1. Ja, ik zeg graan altijd 1. Graan 1. Ja, legit al. Ja, het is een nieuwe account. We hebben net op 3 zijn we champion 3, divisie 3 uiteindelijk geëindigd. En we geen potje verloren, maar dat duurt wel gewoon eventjes voordat je een beetje tegen een niveau zit. Yep. Maar is niet erg. We zijn gewoon chilling, we zijn gewoon lekker aan het chatten met jullie. Weet je, al goed. Helemaal chilling, man. Ja, zo. Ja, sir. Gaat wel weer op. Hier, wacht. Kijk. Als jij zo blijft. Zie je? Oh, ja. Zo, dat gaat wel wennen voor hem. Na mijn flip reset zo te blijven vliegen. Ik heb niks ingedrukt hierna. Dit is gewoon alleen flippen. Ja. Damn. Je hoeft er niks meer te doen als je hem goed krijgt. Dat is wel goed. Ga ik dit potje even proberen? Ik zal vallen dat hij naar jou komt. Komt hij? Oh. Nice. Hier probeert weer gelijk weer terug te flippen, maar... Ja. Ik moet het dan echt even een beetje uit mijn systeem gooien. Precies. Moet je gewoon proberen om... Als je de flip hebt, gewoon instant onder de bal flippen. Ja, gewoon dat je hem gelijk flipt. Ja, precies. Oké, zal ik dat eens doen dan? Ja, is goed. Want dat, op zich doe ik dat wel gewoon. Oh, nice. Ik doe dat wel een beetje in mijn systeem om te doen. Ja, precies. Dus dan bedoel je zo en dan gelijk flikken, weet je? Yep. Ja. Jammer. Boost. Ja, nice. Dat. Ah, kijk, zie je? Ja. Kan je jou vertellen dat jij sowieso gewoon heel veel mensen daarmee uitspeelt sowieso? Wow. Nice. Goeie. Ja, ik probeer het af en toe ook gewoon in de rotatie te doen, een flip reset en dan inderdaad gelijk flikken. Ja. Werkt toch gewoon goed, weet je? Ja, ik kan het overal doen. Ja. Het is soms wat risky in verdediging, maar... Nee? Ja, dat is niet. Dat is niet slow. Ha! Alle twee. Dat is vooruit gespeeld. Oh, jammer. Kut. Aan de kant. Oké. Oh, schiet dat. Ja. Nice. Turtle flick. Yep. Dat is wel leuk. Nice shot. Dat is wel leuk. Ja. Ja.
Ton vraagt hoe laat je bij hem bent trouwens. Oh ja! Oh my days. Was vergeten? Ja, gast. Oh mijn god, ik zou vanavond bij Ton pitten. Komt er zo aan, denk ik. Nou ja, kan alsnog natuurlijk, Ton. Ja, ik weet niet tot laat jij op wil blijven, maar op zich kunnen we natuurlijk morgen gewoon uitslapen. Maar Ton en ik gaan morgen samen naar de Focusdag en het is in de buurt van zijn huis, dus... Ja, fuck ik, het is goed bij hem slapen, gezellig. Don, hoe laat kan ik maximaal bij jou zijn dat het nog acceptabel voor jou is? Want ik moet ook nog één video even inplannen, de video van morgen. Dat goed, waarschijnlijk ook al 6 keer gespamd op WhatsApp en zo. Ja, denk ik. Dan maar in de Twitch-chat. Ja, echt. Oh, jij? Oh shit. Jammer. Hey, pak hem. Oh. Ook wel. Hopelijk hoorde je dit. Hey Don, hoe laat kan ik uiterlijk bij jou zijn dan? Het is 37 minuten rijden, dus als je 1 redt, is top. Als ik 1 red. Ja, dan ga ik nu sowieso het streamje afsluiten. Dat moet denk ik wel lukken. Ik heb bij jou wel gewoon even douchen ook. Cool! Alright! Ole, thanks maat. Ja, voor vanavond. Tering leuk. Morgen gaan we het weer doen. Dus ik zal alvast in mijn agenda kijken. Maar ik denk dat het morgen een beetje zelf tijd wordt. Ja man, ik heb morgen letterlijk alleen die focus content. Die ga ik overdag doen met Don. Dan kom ik thuis, ga ik trainen. Chillen we hem in café het Nessie. Ja, gast. Ja, ik heb Don een keertje café het Nessie uitgelegd. Wat is dat? En dat is ontstaan in mijn chat, man. Door Lord Hort. Lord laagstreepje Hort. Ik heb hem al een tijdje niet in mijn chat gezien, maar dat is echt een fucking legende. Die zei toen hij naar bed ging, zei hij gewoon, ik zie je volgende keer, man. Ik ga naar café het Nessie. En ik denk, café het Nessie? Wat zegt hij nou weer? En daar bedoelt hij dus mee. Het is inderdaad zijn pisnest, weet je wel, dat hij gewoon naar bed gaat. Maar ik had nog nooit op die manier iemand horen zeggen dat hij naar zijn bed gaat. Nessie. Ik ga lekker naar café het Nessie, zei hij. Nou, ik vond dat zo grappig en dat is toen een ding geworden in de chat, weet je wel. Elke keer als ik naar bed ging of als ik de stream ging afsluiten, zei ik van jongens, ik ga er vandoor, ik ga naar café het Nessie. Ik ga daar nog even afteren, weet je wel, alsof het ook echt nog een locatie is waar je heen gaat, snap je? Dus dat was gewoon zo lekker. Goed. Dus ik vind het mooi dat Don dat nu zegt. Maar ja, dan ga ik voor nu de stream afsluiten. Morgen zullen we dus weer live zijn met exact hetzelfde concept. Dan gaan we gewoon verder, Thomas, Ole en ik, met de Road to SSL. Dat is dus, zoals ik al zei, een livestream serie op mijn kanaal. Ja, dat wordt gewoon fucking dik, ouwe. We gaan het sowieso halen. En ik wil dus eigenlijk ook gewoon op een niveau komen dat we misschien wel zelfs inderdaad een LAN party een keer kunnen poelen met een toernooi of zo of iets dergelijks. Dus het wordt lijp. Heb ik zin in. Reinier, dankjewel voor de 5 euro trouwens. Die zei, ga zo door man. Dankjewel maatje. En Brian PD met de 3 euro. Hey Roy, hoe verloopt het contact verder met wat betreft de JBL giveaway? Heb nog nooit eerder een giveaway gewonnen. Wie contact wie, via welk platform enzovoort. Oh, als het goed is, is er gewoon contact met jou opgenomen door JBL. En anders door mijn management, door Fantube. En zo niet, dan zou ik even een mailtje sturen naar Roy, apenstaartje, fantube.me. Dus .me. De M van McDonald's. En dan komt het ook goed. Dan gaat mijn management het gewoon regelen. Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan. Maar het wordt altijd gewoon netjes geregeld. Dus neem daar even contact mee op. Stuur even een mailtje wat er aan de hand is. En het liefst zo duidelijk mogelijk verhaal natuurlijk. En dan gaan we het gewoon oplossen. Voor nu wil ik je allemaal hartelijk danken voor het kijken. Naar deze luistering. Ik vond het leuk. Morgen zijn we weer live. En morgen is ook een nieuwe video om 4:30. Een Rocket League video. Dat zal ook een Rocket League video zijn met Ole en met Thomas als het goed is. Ik eigenlijk wel zeker. Yes. Dus het is sowieso dan een lijp video. Dus ga je sowieso checken. Voor nu bedankt en tot de volgende. Laters.